channel. Getting you and me, baby, me, nothing but mammals. So let's do it like they do on a Discovery Channel. Dames en heren, we wachten nog heel even, want we hebben wat technische problemen. Bij de kassa is één printer kapot, dus er staan nog wat mensen in de rij te wachten. Dus, want de zaal is strak uitverkocht, dus we wachten tot alle stoelen bezet zijn en dan gaan we beginnen. Dus nog een ogenblikje geduld alstublieft. Muziek! Women like Flojo. A word to the thick soul sisters, I wanna get with ya. I won't cuss or hit ya, but I gotta be straight when I say I wanna. Till the break of dawn, baby, got it going on. A lot of simps won't like this song, cause them punks like to hit it with it, and I'd rather stay and play.
deadlines or sit-ups, but please don't lose that butt. Some brothers wanna play that hard role and tell you that the butt ain't gold, so they toss it and leave it, and I pull up quick to retrieve it. So Cosmo says you're fat, well I ain't down with that, cause your waist is small and your curves are kicking, and I'm thinking about sticking to the beanpole games and the magazines. You ain't it, Miss Thing. Give me a sister, I can't resist her. Red beans and rice didn't miss her. Some knucklehead tried to diss, cause his girls are on my list. He had game, but he chose to hit him, and I pull up quick to get with him. So ladies, if the butt is round and you want a triple X throwdown, dial 1-900-MIX-A-LOT and kick them nasty thoughts. Baby got back. Hartelijk welkom bij Tyfushoeren en Vuile Flikkers in de Bali. Mijn naam is Sarah Sluimer, ik ben programmamaker bij de Bali en ik heb deze avond samengesteld. Voordat ik het woord ga geven aan de gespreksleiders van deze avond, dat zijn Maud van der Wiel en Marieke Simons, wil ik heel kort het woord even tot jullie richten. Allereerst wil ik melden dat de nadruk binnen dit debat voornamelijk op vrouwen, tyfushoeren, komt te liggen. Dat heeft er deels mee te maken dat Erwin Olaf, die we hadden uitgenodigd om te spreken, heeft afgezegd. Dat maakte dat in dit
het samenstellen van het programma meer de nadruk kwam te liggen op de vrouwen. En dat is eigenlijk iets wat ook werd gedeeld in de publieke opinie. Alle artikelen die verschenen gingen eigenlijk alleen maar over vrouwen. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat jullie hier zijn gekomen in zo'n grote getalen. Dat geeft aan dat seksisme en seksuele intimidatie iets is waar we in ieder geval over nadenken. We verschillen ook gelukkig ontzettend van mening. En dat is iets waardoor ik hoop, of wij allemaal hopen, dat de discussie alleen maar rijker wordt. Dat de publieke opinie rondom dit onderwerp zeer versnipperd is, merkte ik zelf een aantal weken geleden toen ik, mede naar aanleiding van de documentaire Van de La Rue van de Vlaamse Sophie Peters, een opiniestuk in de Volkskrant plaatste waarin ik over mijn eigen ervaringen in mijn eigen wijk verhaalde. Ik stelde hierin me voornamelijk onprettig te voelen bij de ongewenste en soms zeer opdringerige aandacht van, in mijn geval, voornamelijk allochtone mannen, en deed een oproep aan iedere burger op straat alerter te zijn op dit gedrag. De reacties hierop waren uiteenlopend. Er is een aantal zeer goede en kritische opinieartikelen geschreven. En er is, naar ik heb opgevangen, door vrouwen en mannen die ik ken en niet ken, fel over de kwestie gediscussieerd. Binnen dat geroezemoes is me één ding heel erg opgevallen. Een flink aantal reacties, voornamelijk op internet, Facebook, maar ook in mijn mailbox, was kwaad of afwijzend. Uitstekend natuurlijk. Wees het vooral niet met me eens. Wat ik hierin wel opvallend vond, was dat ik die reacties voornamelijk in drie categorieën kon indelen. En ik chargeer nu enigszins, maar de respons kwam zo ongeveer op het volgende neer. 1. Wacht maar tot je houdbaarheidsdatum verstrijkt, dan houdt het vanzelf wel op. 2. Ik ben een roomblank Campina-meisje van 26 en ik heb er geen last van, dus jij bent gewoon op zoek naar aandacht. En 3. Je zoekt bescherming bij de blanke westerse man ten koste van de allochtoon, nepfeministen. Nou, kennen deze reacties één overeenkomst? Ze vertellen alle drie, net zo goed als de intimiderende mannen op straat dat doen, dat ik eigenlijk geen recht van spreken heb. In het eerste geval, het geval van de houdbaarheidsdatum, zegt men eigenlijk dat ik deemoedig mijn tijd moet uitzitten. In het tweede geval, ik heb er geen last van, dus jij bent op zoek naar aandacht, wordt mij verteld dat ik een aansteller ben. En in het derde geval, je zoekt bescherming bij de blanke westerse man ten koste van de allochtoon, nepfeministen, wordt eigenlijk gesteld dat ik mijn hele bestaan ophang aan een witte man die mij moet redden. Passiviteit, hysterie, afhankelijkheid. Allemaal wat mij betreft enge clichébeelden van klassieke vrouwelijkheid waar we nou toch eens vanaf moeten. Helaas wordt een vrouw die stelling inneemt nog steeds door een deel van de publieke opinie onmiddellijk weer terug in het hok gefloten. Een sterke aanwijzing dat een gesprek over het onderwerp van vanavond anno 2012 absoluut niet overbodig is. Ik vind het dan ook van groot belang dat we vanavond de kans hebben om hier een goed debat te voeren, waarin we ook gaan proberen iets grondiger dan in bovenstaande citaten een beginnetje te maken met het in kaart brengen van het hele warrige gebied rondom seksisme en seksuele intimidatie. Ik wens u een zeer waardevolle avond en geef hierbij het woord aan Marieke Simons en Maud van der Wiel. Dank u wel. Dank je wel. Dank je wel, Sarah. We gaan er een hele mooie avond van maken, Sada. Dank je wel. Want Maud, wie zijn onze gasten vanavond? Ja, Marieke, we hebben een hele lijst. Daar gaan we. We hebben Ahmed Marcouch. Samira Bouchipti. Sarayda Groenhart. Ingrid Hogervorst. Jan Heemskerk. Margriet van der Linden. Karin Spank. Lieke Lemus. Noortje Thijssen. En Robert Vlos. Maar nu eerst een filmpje. Nou, dat was hem. Niet met je ogen knipperen. Gaat het lukken, heren? Een minuutje, zei hij dan? Oh, dan doen we een dansje. Nee, het is geen thriller. Thank you.
garçon, j'ai les cheveux longs comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon comme un garçon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections pour faire attention comme un garçon. Bonjour, cher petit monsieur. Ah, bonjour, Mme Raskin. Dites donc, il faudrait quand même penser à trouver une date hein, pour la réunion de copropriété. Mais vous m'avez vu un peu là, toutes ces plantes? Ça grimpe de partout. Et qui c'est qui les renvoie? Et qui c'est qui les coupe, hein? Remarquez, je vous dis ça à vous. Mais c'est à votre femme que je voudrais parler. D'accord. Allez. Au revoir. Attendez, je vais vous aider. Merci. Je vais vous en sortir. Ça va aller, merci. Non, non, bien chanceux d'avoir un joli papa. Gardez pas le sourire, surtout, hein. Bonjour Nissan. Bonjour. Hop là. Monsieur, il y a tellement. Viens, c'est bien. Vous avez pas trop chaud avec ce beau temps? Non, ça va. C'est nous, Oui. C'est votre femme qui veut? Oui, c'est. Elle est là. Non, non, elle est sortie. Vous savez, Nissan, je veux pas m'aider de ce qui me regarde pas, mais petit à petit, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous laisser enfermer? Non. D'abord, vous avez rasé votre moustache. Maintenant, on voit même plus vos rouflaquettes. Je suis désolé de vous le dire, Nissa. Hein. Vous ressemblez à un enfant. Non, non. Mais vous êtes un homme. Oui. On est des hommes, d'ailleurs. Hein? Vous n'êtes pas un objet. Vous n'appartenez à personne. C'est très important ce que je vous dis là, Nissa. Hein. Mais c'est la loi. Et puis Dieu, il me protège comme ça. Ça va, ça va. Hein. Oh, qu'est-ce que t'as? Tu parles? Oh, mais oh! Mais tu crois que je te vois pas sur ta scène? Tu t'es vu dans ton petit cul, dans ton petit bermuda bleu marine de mon gars? Tu sais quoi? T'es moche. Et puis ça, mon gars, il va falloir que tu t'y fasses. Parce que moi, il faut du bon mec. T'as compris? Vas-y, pédale. Vas-y, pédale! Connard! Damien, tu te dépêches ou quoi? Oh là là. Eh ben, en fait, je suis au bout de la petite queue, j'arrive au journal, là. Ah non, c'est pas vrai, encore une nana qui pisse. Hé, psst, hé, hey, beau gosse, hé. Parce que je galère un peu avec mon anti-boulon, là. Ça, c'est bien. Il a un bon petit boulon. Attends, je te rappelle. Qu'est-ce que tu l'as pisseuse? Ouais, t'as teasé comme une. Il y a un problème, là? Oh, ouais, il aime pas les compliments, hein. Non, j'aime qu'on me foute la paix. Laisse tomber, c'est un cajou. Je kiffe le boulon. Mal baisé, bah. Mais de quel droit vous me parlez comme ça? Pourquoi vous me parlez comme ça? De quel droit vous me parlez comme ça? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? Tu sais que tu m'excites? Tu me chies? Pauvre conne. Il a dit quoi, cet enculé? Il est malade? Non, rien. Je viens de me faire emmerder par une bande de branleurs. Oh, pourquoi tu nous insultes? Maintenant, tu t'excuses, ok? Tu m'offres de posséder ce que t'as de plus précieux, espèce de chien! Bon, venez, les meufs, on dégage, là! Laissez-moi partir! Allez, vas-y, fais-toi plaisir! Laissez-moi partir! Ta gueule! Regarde, il sue, t'as chaud en peau, là, il a les tétons qui poignent! Putain, putain, il y a du pain, ça! Allez, mais tu me lâches, putain! Je suis sûre que t'es une toute petite bête! Laissez-moi m'en aller maintenant, s'il vous plaît! Ta gueule! C'est la journée de l'homme! T'inquiète pas! Je vous en supplie!
En me menaçant toujours avec son cutter, elle a violemment baissé mon slip. Elle m'a pincé les parties. J'ai crié une première fois. Ensuite, elle a porté mon sexe à sa bouche. Elle a mordu. Cette fois, j'ai crié tellement fort qu'un voisin a fini par ouvrir sa fenêtre. Ce qui a fait fuir mes agresseuses. C'est bien ça? Oui. Vous relisez, vous signez en bas de chaque page. Tiens. Il y a Jojo qui veut te voir. Ok. Ah tiens, ma puce, tu me feras un café? Long, sucré, avec du lait. Tu vas t'en souvenir, tu crois? Je crois. Il te va bien, ce petit fut? Ah ouais? Ouais. Ah, merci. C'est fou, quand même. En plein jour, pas un seul témoin. Qu'est-ce que vous insinuez? Rien, je pose des questions. C'est pas agressif? Ce serait dommage que je te colle un outrage, tu crois pas? À quoi tu joues, là? C'était impossible de s'échapper de cette réunion. Seulement, je pouvais pas les planter. Et cela dit, je crois que j'ai bien assuré. C'est vrai. Ah, je suis content, c'est bien. Oh là là. T'es carrément amoché. Ah. Je vais rentrer. Ramène-moi à la maison, s'il te plaît. C'est bon, t'as fait tous les examens. On y va alors. J'en peux plus de cette société de féministes de merde. J'ai l'impression que nos pères se sont battus pour rien, putain, c'est horrible. Quand je... Ouais, Tu dis rien, Marion? Tu me fais marrer avec tes discours, là, de chien de garde. T'as vu comment t'es habillée? Ben, comme un petit allumeur, voilà. Ta chemisette, là, tes tongs, ton bermuda au ras du genou. Il a pété les plombs, je m'habille comme je veux. Ben, t'étonnes pas qu'on vienne t'emmerder, alors. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me mettre une cagoule? J'ai pas envie de polémiquer, là, je suis fatiguée. Marion, qu'est-ce que tu fais? Marion! Cherchez la bagnole, ça va me détendre. Salope! Toe, want u lachte zo hartelijk bij het begin. Waar moest u nou zo hard om lachen? Ik weet het niet meer. Dat was toen die vrouw rondrende met de blote borsten, volgens mij, die aan het hardlopen was? Nee, maar ik weet nog wel dat het lachen me op een gegeven moment helemaal verging. Ja, wat? Slag.
Wat vond u van het filmpje? Wanneer had u door, hey, hier is iets? Ja, je ziet toch dat de rollen worden omgekeerd, maar op een gegeven moment werkt het niet meer. Omdat je toch weet, ja, maar zo is het in het echt niet. Ook niet voor vrouwen? Nee, dat weet ik niet, maar zo zal het nooit zijn. Ja. Is er een man die zegt, nou ja, een beetje overdreven hoor. Daar herken ik ons toch niet in. Ja, ik zat nou een beetje naar jou te kijken, want jij had vrij snel door dat er iets was met dit filmpje. Mag ik heel even langs? En toen zei je meteen tegen de vrouw naast je, zei je iets? Wat dacht je toen je het zag? Je dacht, hé, dit is anders. Nee, ja, ik zag inderdaad dat het omgedraaid was, net zoals mevrouw zei. Maar het is inderdaad best wel confronterend, omdat je in eerste instantie denk je niet zo over na. Maar als je het zo ziet, dan denk je, ja, het klopt inderdaad wel. Als je het omdraait, is het heel raar om te zien als man. En eerst is het inderdaad nog best wel grappig, maar op een gegeven moment is het eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. Nee, is het een beetje raar om te zien inderdaad, of vooral van de andere kant. Kijk, ga je erover nadenken? Ja, het is niet, ja, heel stom, maar ik herken mezelf niet in. Ik ga niet meisjes naroepen of zo, maar ja, dat gebeurt. Ja, ik weet dat het gebeurt. Daarom zit je ook hier vanavond. Dank je. Ik zag u een beetje zo trommelen met uw vingers. Van ja, kunnen we doorgaan met het programma? Wat vond u van de film? Mijn eerste indruk is dat die man een beetje sufferd is. Had het gewoon moeten laten gebeuren. Oké. Even kijken, moet ik even weer omdraaien naar... ja, een beetje sufferd of is dat omdat hij een vrouw speelde? Vindt u vrouw een beetje sufferd? Nee, verre van dat zelfs. Maar deze man had het moeten laten gebeuren wat er... Ja, in die steeg? Ja, waarom niet? Toen werd het juist zo grimmig geworden we net. Zo'n kans krijg je nooit meer. Dank u wel. Wil hier iemand op reageren? Ja. Ja? Dit is toch erg... Een man die moet het maar laten gebeuren. Alsof mannen niet aangerand kunnen worden, verkracht kunnen worden. Ik word hier heel pissig van. Ja, goed. Kijk. Wacht. Ik ga proberen erbij te komen, maar ik geef hem niet af. Heel boos op dit soort reacties van mannen. Is niet voor het eerst dat ik het hoor. Maar alsof het niet zo erg is en alsof een verkrachting voor een vrouw dan ook niet zo erg zou zijn. Want een man zou het heel leuk vinden, dus waar heb je het over? Wordt zelfs door politie gezegd. Ik word er echt heel pissig om. Het is aan beide kanten, hè? U hebt eigenlijk nu en mannen en vrouwen in een staat van paraatheid in deze zaal geloof. Denk ik een goed begin voor het debat, Marieke. Ja, heel goed begin. Dank u wel. Nou, heel veel aandacht vanavond waarschijnlijk. Ja, want we gaan... we komen nog bij u terug overigens, als zaal, aan het eind van het debat vanavond. Maar we beginnen. Die foto's hierachter zijn prachtige plaatjes van de fotomeisjes, zoals ze heet. En dan krijgen jullie wat beelden gedurende de avond van nou, eigenlijk Amsterdamse taferelen en Amsterdamse mensen. En ook belangrijk om te melden is dat er in ieder geval één camera, zie ik, hangt, die alles opneemt. Niet om alles te registreren wat u zegt, maar voor de thuiskijker. Dus daar kunnen we ook even naar zwaaien. Ja. Voor de mensen thuis. We gaan vanavond het debat voeren over een ander filmpje. Eigenlijk naar aanleiding van een ander filmpje. Film van Sophie Peters uit België. Wie heeft die film gezien eigenlijk? Femme de la rue. Dat is eigenlijk de aanleiding voor dit debat. Nou, voor de mensen die het niet gezien hebben. We gaan straks een korte compilatie laten zien. Maar het is eigenlijk voor haar bedoeld geweest om te laten zien hoe zij bejegend werd op straat lopend in Brussel in een bepaalde wijk. En hoe ze eigenlijk nou ja, om de 10 meter bijna nagesist wordt, nagefloten, uitgescholden. Een heel confronterende film. En zij maakte die film eigenlijk ook om aan te geven. Vrouwen, jullie zijn niet alleen. Het overkomt bijna alle vrouwen, op een zeker moment. En ook heel veel strategieën die je zou kunnen toepassen, werken niet. Dus lange broek, omlopen, een bril opzetten, een trouwring dragen, een hoofddoek zelfs. Het helpt aan strategieën allemaal behoorlijk weinig tegen dat seksisme wat zij tegenkomt. Ja, we willen vanavond dus ook niet gaan onderzoeken of het de schuld is van de vrouw zelf. Want dat is het niet. Klaar. Het is niet de schuld van de vrouw. Daar gaan we het dus ook niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben is de vraag of seksisme, vooral ook op straat, maar ook op de werkvloer, of dat cultureel bepaald is. En zo ja, of dat überhaupt relevant is voor de discussie of dat cultureel bepaald is. Ja, want nog even belangrijk om te melden is dat in het filmpje 99% van de mannen die Sophie Peters onaangenaam bejegend is, volgens mij van Marokkaanse afkomst, in ieder geval allochtoon. En dat heeft weer een heel nieuwe discussie teweeggebracht richting Sophie Peters. Hè, want je zet dan weer een hele groep weg. Ja.
Maar we willen vanavond ook vooral kijken van als we nog gaan analyseren wat is hier aan de hand, wat kunnen we er dan vervolgens mee? We hebben ook een aantal politici die al wat ideeën hebben geopperd voor hoe je met sissende mannen hè, of dat soort overlast op straat om zou kunnen gaan. We geven jullie vanavond 3 blokken met de hele vele gasten die we al even genoemd hebben, dat we erover gaan praten. En aan het eind van de avond, na het laatste blok, komen we ook nog even terug bij de zaal. Maar dan nu? Ja. Daar gaan we. Mag ik de aandacht vragen voor Iris? Iris, kom maar Iris. Mag hier gaan zitten. Ja. Dank je. Ja. Ga je gang hoor Iris. Als je er klaar voor bent. Nou, ik ben dus Iris. En zender van de Tribune. In Amsterdam Post is het onmogelijk om naar buiten te gaan zonder aangesproken te worden. Dit gaat van psst tot vuile kanker. Eén keer werd ik aangesproken en toen ik niet reageerde, werd er een ijzeren prullenbak naar me toe gesmeten. Toen besloot ik aangifte te doen en daarna werd ik constant bedreigd. Op mijn werk ging het ondertussen niet goed, financieel. Er zouden mensen ontslagen gaan worden. Mijn baas, een blanke man van 50 plus, probeerde me gerust te stellen. Voor jou is dat niet zo erg. Jij kan na raamambtenaar te zijn geweest altijd nog achter de echte ramen gaan staan. Ik nam ontslag en ben verhuisd naar Den Haag. Op het station in Den Haag werd ik omsingeld en aangerand. Ze hielden me vast, knepen in mijn borsten en staken handen in mijn broek. Omstanders zagen wat er gebeurde, maar deden niets. En dan zijn er nog jongens in de tram die hardop de kwaliteit van mijn borsten bespreken. Of mij in de doucheruimte van het zwembad per ongeluk aanraken. Sommigen zeggen, sorry mevrouw, en prikken vervolgens hun ellebogen tegen mijn borsten. Als ik er iets van zeg, dan reageren ze fel dat ik niet moet zeuren. Meestal stoten ze me daarna nog een paar keer aan. Badmeesters lachen naar me alsof het mijn eigen schuld is. Daar kunnen wij niks aan doen, mevrouw. Rokjesdag. Yes. Vol goede moed heb ik een kort spijkerbroekje aangetrokken. Die benen moeten toch een keer kleur hebben. Hup, gimpen eronder, leuk shirtje erop en good to go. Als ik de stad in fiets, komt er een scooter naast me rijden. Ik kijk opzij. 2 Marokkaanse jongens. Misschien willen ze de weg naar park weten. Hoer! Schreeuwen ze in mijn gezicht. Om vervolgens luid lachend weg te scheuren. Ik wil mijn middelvinger opsteken, maar blijf hangen in de hengsels van mijn tas. Het is maar een woord. Maar toch doet het me wat. Ik wil Marokkanen helemaal niet haten, maar soms dwingen ze je daar zelf toe. Ik blijf met die woede zitten en besluit een rondje te gaan rennen in mijn nieuwe, lange joggingboek. Ik krijg zin in chocola en besluit door te lopen naar de Turkse bakker, die me vriendelijk begroet. 2 seconden later word ik door 2 jongens nagevoerd. Eentje is blond, de ander is Marokkaans. Mevrouw, waarvoor draagt u een string? Je bent vies, zie je half kont. Ik draai me om en ik kijk de Marokkaanse jongen aan, maar het was een Hollandse vriendje die had gesproken. En die eerlijk gezegd klonk als een Marokkaan. Wat zei je? Hij grijpt met een hand naar zijn kruis en trekt een vies gezicht. Fatsoen. Respect. Ken je dat? Schreeuw ik. Geschrokken druipen ze af. De Turkse bakker geeft me extra veel baklava mee. Dankjewel, Jens. We zien je nog terug. Doet hij leuk, hè? Het is leuk. Heel charmant. Ja, eigenlijk. We gaan naar ons eerste blok. De vraag of seksisme ook cultureel bepaald is. En dat doen we met Ahmed Marcouch, Kamerlid voor de PvdA en nummer 14 op de lijst bij de komende verkiezingen. Kom aan tafel. Samira Bouchibti, voormalig Kamerlid en schrijfster van het boek De Moslim Bestaat Niet. En Sarayda Groenhart, oud-presentatrice van BNN, onder andere het programma Sluit en Slikken. Want je gaat weg, hè? We hebben begrepen. Ja, ik ben al weg. Maar nu ben je hier. Dat is veel belangrijker. Applaus voor onze gasten. Ja, en we gaan het dus vandaag hebben over de bejegening van vrouwen in de openbare ruimte. Dat is de meest neutrale formulering die ik kan bedenken. En ik beloofde u net al, we gaan een stukje kijken van de film van Sophie Peters, Femme de la rue. Zodat we ook allemaal weten wat eigenlijk de aanleiding voor dit debat is. Mag ik het filmpje? Twee jaar geleden verhuisde ik naar Brussel. Over grote steden wordt gezegd dat mensen niet meer met elkaar praten op straat. Maar dat was toch niet mijn ervaring. Ja.
ça va. Vous avez mangé? Oui. Je vous en fais faire? Non, merci. Pas mon verre et pas mes deux. Non, merci. Pourquoi? Tu parles français? Un peu, oui. Non, merci. Ça dérange en fait. Vous êtes d'où? Je suis de Bruxelles, mais ça dérange. Pardon? Pas de téléphone, non. On va boire un verre ensemble ou quoi? Non, merci. Chez moi à la maison, bien sûr, pas dans un café. L'hôtel, le lit, tu connais direct. Vous comprenez pas? Je veux pas. Si, tu me donnes envie, c'est normal, non? Ouch! Ouch! Ouais. Alors, petit fait petit fesse. Chien. Salope. Yeah, it is. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ahmed, waarom doen mannen dit? Ah. Bijna medelijden met hem hebben? Ik heb geen idee. Dit is natuurlijk dit is van de categorie heftigheid. Dit is natuurlijk behoorlijk. Hier heb je natuurlijk alleen niet alleen jongeren, maar ook best wel volwassen mannen die je daar ziet zitten. Ik vind cultuur een groot woord. En ik weet wel dat ik ben van huis uit altijd opgevoed en dat is wel cultureel, misschien enigszins ook religieus, dat je vrouwen bijvoorbeeld niet uitkleedt. Dus even laat staan van, dus niet letterlijk uitkleedt, maar met je ogen niet uitkleedt. Okay. En dus je kijkt niet indringend en je gebruikt dit soort woorden al helemaal niet. Dus, heb jij het ook nooit gedaan, Ahmed? Heb jij ook niet toen je jong was in een groepje op straat ook wel nagefloten? Wel gekeken natuurlijk, maar niet zo geuit. En dit is, maar goed, dit herken ik wel. Het is dus niet vreemd. Maar dit past natuurlijk heel goed bij die straatcultuurtjes waarin dit gebeurt, maar ook andere heftigheden. Dus je ziet, het is gewoon een bepaald karakter van mensen die, als het homo's zijn, dan gaat het over homo's. Als het vrouwen zijn, dan zijn het vrouwen die ze dan lastigvallen. En er zit wel een opvoeding zijn. Het is in die zin, cultuur vind ik gewoon een heel moeilijk begrip. Ik weet wel dat er ook wel, niet bij iedereen, ook wel een ondertoon in zit van, je loopt erbij als een hoer. Hè? Je hoort je niet zo te kleden. Volgens mij moet jij je microfoontje even iets uit je baard halen. Hè? Volgens mij, ja? Ja, volgens mij is er wat ruis op de kabel daardoor. Okay. Ja, zo is beter, denk ik. Ja, beter, volgens mij beter. Ja. En dus er zit wel een opvatting achter. Hè? Dus er zit wel een opvatting achter van, je hoort als vrouw je niet zo te kleden. En je hoort misschien op dit tijdstip niet hier te lopen. En er zit ook iets achter van, dat merk ik ook bij deze jongens in ieder geval, dat ze ook een opvatting hebben over hoe hun eigen moeder en hoe hun eigen zus gekleed moet zijn. Of op welke tijdstippen ze ergens wel of niet zou mogen zijn. Die opvattingen zijn er. Maar het gaat mij te ver om te zeggen, dit behoort bij, dit zijn Marokkanen of allochtonen. Dus het zit in die allochtone cultuur. Zeker omdat ik ook weet dat als je het hebt over seksuele intimidatie, dat op de werkvloer bijvoorbeeld heel veel vrouwen last van hebben. En als je dan kijkt wie daar de daders zijn, is toch over het gemiddelde is het een blanke man, 40 plus misschien, misschien ook wel baas. Dus in die zin is dat niet één op één zo te verklaren. Nee, oké. Okay. Samira, jij hebt een... Een groot deel ben ik het met je eens. Deels opvoeding, ook hoe je naar een vrouw kijkt. Alle vrouwen die er niet zo uitzien als je moeder. En erger, is hoerig of gedraagt zich hoerig. Cultureel, daar kunnen we een lange discussie over hebben. Maar we hebben niet zo... Hoor jullie het niet? We hebben niet zoveel tijd, maar het verklaart niet waarom. In Egypte de mannen ook op straat vrouwen lastigvallen. Vrouwen kunnen daar ook niet over straat. Marokko, idendito, de Arabische landen worden vrouwen oud, jong, dik, dun. Het maakt niet uit, worden ook lastiggevallen. Je noemt nu wel specifiek Marokko en Egypte. Arabische landen. Dat zou, we gaan geen definitie geven wat cultureel inhoudt, maar dat impliceert wel dat er in die landen in ieder geval... Oh my god. Het gebeurt er waar je bij staat, hè? Maar hij was aan het graaien.
Jeetje zeg, zo'n zwangere vrouw, gewoon dus aanzitten. We gaan hem straks op het podium vragen. Ik ben helemaal van me apropos. Nou, je dochter ook. Gaat het? Wil je erover praten? Tuurlijk, nee. Nee, maar je noemt dus niet voor niks die twee landen nu? Nee, de Arabische landen, als we het niet over cultureel bepaald of niet. Mona El Tahawi, dat is een Amerikaanse, Egyptische vrouw, heeft niet zo lang geleden ook in NRC een lang stuk geschreven over de Arabische man. En de manier waarop hij omgaat, hè, of het vrouwbeeld wat hij ook in zijn hoofd heeft. In Marokko klagen de vrouwen ook. Onlangs weer ook een groot stuk over vrouwen die verdorie niet eens in de bus kunnen staan zonder zich bevlekt, letterlijk bevlekt te voelen. Omdat die mannen tijdens de busrit, wat geen korte rit is, een lange rit, tegen ze aan staan te rijden. Los nog van het op straat lopen, wat ook niet kan. En of je nou jong of oud bent, zwanger, dik, het maakt gewoon echt niet uit. Er is gewoon geen respect voor de vrouw. Maar hoe verhoudt zich dat tot wat we net hoorden en ook vaak lezen en ook in de documentaire zien, dat vrouwbeeld eigenlijk heel beschermend is? Jij zegt ook, hè, zo ga je niet over straat. Wat doe je nog op straat zo laat? Hoe... alsof vrouwen met andere woorden beschermd moeten worden. Nee, niet beschermd. Nee, met andere woorden, iedere vrouw die niet hoofddoek dragend is, of zedelijk gedraagt of erbij loopt, en dan nog klagen die ook. Dan hebben zij het recht. Nee, dat zijn vrije vrouwen. Ja. Vrouwen en onzedige vrouwen. En dan ben je letterlijk aan de straat overgeleverd. Maar dat doet niet iedereen. Nee. Als je opgevoed bent, mijn broertje doet dat niet. Ahmed heeft dat nooit gedaan en zal dat ook niet doen. Die kijkt alleen maar. Die kijkt alleen maar. Nou ja, kijken mag. En je mag ook best wel zeggen van... mevrouw, ja, ik vind u mooi. Of meisje, wil je met me praten? Ja, maar het gaat veel verder. Dat zie je ook. Ja. Het is vernederend. Het is disrespect. Het is intimiderend, seksistisch. Het is, ik vind het echt heel erg. Ja, maar, kijk, ik reageerde op situaties zoals we die in Nederland hebben. Kijk, ik ken die situaties in Marokko natuurlijk ook. Maar dan heb je natuurlijk heb je ook dorpen of steden waar gewoontes en gebruiken heel anders zijn. Maar als je in Amsterdam woont, dan kun je niet stellen dat die jongens nou in een context of in een stad leven waar de gewoonte is dat vrouwen na 6 uur 's avonds niet meer de straat opkomen. Dus de vraag is natuurlijk van hoe kan dat dan zo zijn dat mannen en jongens die in dit soort steden opgroeien, dan dat soort gedrag vertonen. Dus geef daar eens antwoord op dan, Hamid. Ja. Nou ja, kijk. Ik denk zelf dat het over het algemeen dezelfde jongeren zijn die, waar we dus over het algemeen last van hebben op het terrein van allerlei andere zaken. En dat ze dus dit er dus ook bij doen. En het probleem van dit is dat je dus op een gegeven moment ook ziet dat omdat er nooit een norm wordt gesteld, hè, dat we zeggen van dit hoort niet, dit accepteren we niet, maar dat er juist gegicheld wordt en om gelachen wordt. En dat Frans filmpje laat je nog een beetje zien van je lokt het misschien zelf een beetje uit of je moet het tegen kunnen. Ik heb nu bijvoorbeeld discussies gevoerd de afgelopen week van, waarin vrouwen ook tegen mij zeggen van wat denk je wel, we staan onze mannetje wel, je overdrijft, dit is helemaal geen probleem. Dan mogen we straks niet meer kijken, mogen we niet nafluiten, mogen we niet sissen. En dus het wordt op die manier een beetje gebagatelliseerd. Het is eigenlijk, denk ik, ook wel een beetje een taboe. Hè, zowel bij deze jongeren om te zeggen van dit hoort niet, als bij degene die het ondergaan. Waardoor maar blijkbaar ook... toch ook in heel Nederland, want we kijken nu naar het filmpje. En ik keek daarnaar en in de eerste 2 minuten denk je wat grappig. Sorry, ik onderbreek je trouwens. Het eerste filmpje, hè? Over die man en die vrouw. Ja, eerst denk je wat grappig. En ik kan me ook voorstellen dat mannen denken van, nou, doe mij maar. Vrouwen, hè, die topless joggen. En wordt ook nog gezegd dat je een lekkere vader bent, top. Maar op het moment dat hij overmeesterd wordt door 4 vrouwen en zich daar ook echt ongemakkelijk bij voelt, toen ging mijn hart wel sneller kloppen. En toen vond ik dat moeilijk om naar te kijken. Ook vanwege, ik heb zelf... en een vervelende ervaring gehad met seksueel geweld. Je herkende het echt. Het maakte niet uit dat het een man meer was. Meer die emotie. En dan zit je wel. En dus je merkt gewoon dat ook, wij zitten hier aan tafel en we praten hierover, dat misschien uit ongemak is het eerst giechelen. Maar als je dan aanschouwt wat in elk geval de reactie is van het slachtoffer, dan wordt het pas iets serieus.
Ja, want het is een beetje zo van, als je het zelf niet hebt meegemaakt, dan bestaat het probleem ook niet. Terwijl natuurlijk nu, dat is dat taboe ook waarschijnlijk, Sophie Peters heeft aangetoond in haar film, van ik hoef maar de straat op te gaan, in ieder geval in deze wijk, en alle andere vrouwen in de film ook. En het gebeurt. Welke, nou Marieke had het over, welke strategie je ook toepast. He, of je een broek aantrekt, of dat je een trouwring omdoet, of zelfs een hoofddoek. Het maakt allemaal niet uit. Het gebeurt. Ja, maar het gebeurt toch niet alleen op straat, maar toch ook in disco's. Als je een jongen niet leuk vindt of je wil niet met een jongen praten. Dat is ook een discussie van het afgelopen jaar. He, Marokkaanse jongens, Turkse jongens in mindere mate. Ik hoor het veel minder ook van meisjes die ik spreek. Ik kom ook op heel veel scholen nog steeds, ook naar aanleiding van mijn boek. Het is een veel mindere mate Turkse jongens dan Marokkaanse jongens die ook lastig zijn in een disco. Als een meisje niet met ze praat, dan is het niet van oké, dan ga ik een ander meisje versieren. Nee, er ontstaan gewoon rellen. Agressie, rellen. Nou, naar aanleiding van het filmpje van Sophie Peters werd ook onmiddellijk gezegd, ik zei het net al, wat zij doet is een vorm van racisme, omdat zij de vinger op de zere plek legde. Zij registreerde dat het voornamelijk, volgens mij, het Marokkaanse mannen waren die dat deden. Ja. Herken je dat gevoel dat je denkt, ja, ik snap wel dat het taboe wordt aangekaart, maar moet het nou weer over de rug van de Marokkaanse man? Nee, want als iets waar is, dan is het waar. Ja, maar... En je gaat dat niet ontkennen door te zeggen, ik bedoel, ik schrijf ook, er zijn lieve en er zijn gemene mannen in mijn boek. Hey, er zijn ontzettende leuke Marokkaans, Nederlandse jongens. Toch wel. Onder mijn broers, die zijn echt ontzettend leuk. Ja. En dat zijn dan leuke jongens. Het verschil zit hem dan in opvoeding, zeg je. Nou ja, maar, blijkbaar. Kijk, als je het op die manier analyseert en je zegt dat zijn alleen maar allochtone mannen en jongens, dan doe je het probleem tekort. Denk ik ook, hoor. Mijn indruk bijvoorbeeld in Amsterdam is dat het in bepaalde buurten en wijken heel goed zo kan zijn dat het vaak Marokkaanse jongens zijn, maar dat het lang niet alleen Marokkaanse jongens zijn of Antilliaanse jongens zijn. En dus ik denk dat we echt het probleem moeten, nou ja, en daarom heb ik ook dat initiatief genomen, moeten adresseren. We moeten gewoon zeggen van dit hoort niet, dit accepteren we niet. En we moeten er tegen optreden. Nog één nuance, want kijk, dat filmpje dat ging over aanranden en verkrachten. Waar wij het nu over hebben, dat is nog niet zo ver. Want aanranding en verkrachting accepteren we in Nederland niet. Er is geen politieagent die tegen je zegt, ik neem die aangifte niet op. Maar de intimidatie die dat nog niet is, dat is complex. Want je loopt tegen dingen aan van, ik ben uitgemaakt voor hoer en liep met me mee en wilde mijn telefoonnummer. Dus dat maakt me mee. Een keer een melding die ik heb gekregen vanuit Eiburg bijvoorbeeld, waarin... Toen jij politieagent was? Nee, gewoon niet zo lang geleden. Oh, okay. Dus ik krijg nu ook berichten. Dat noemt hij een melding omdat hij oud-politieagent is. Ja, precies. Een signaal noemt een politicus dat dan weer. Een bericht die ik kreeg waarin dus een vrouw dus klaagt over het feit dat ze terwijl ze naar... terwijl ze loopt, dus iemand met hem meefietst en eigenlijk dwingend haar telefoonnummer wil. En dat is heel intimiderend. En als je dat niet toegeeft, ja, dan komt er een soort van agressiviteit los. Dat wordt schelden. Als je dat vaker meemaakt en je kunt er niet bij de politie terecht, omdat de politie dan vervolgens zegt van ja, we weten niet zo goed wat dit is. Ja, dan moeten we daar iets aan doen. Gaan we het later over hebben, Ahmed. Ja. Ahmed komt nog terug in ons derde blok. Gaan we over oplossingen praten. Maar we zitten nog in de analysefase. Sarayda, jij zei van ik ben het er niet helemaal mee eens. Wat wil je er tegenover zetten? Nee, ik ben het eens met het deel waar hij zegt dat... een van de vragen van dit debat is het een probleem dat zich alleen afspeelt bij de allochtonen, Marokkanen, Surinaamse, die jongens. En dat denk ik niet. Mijn eigen ervaring is daarin anders. Ik kan je eerlijk vertellen dat ik nog nooit seksueel geïntimideerd ben door een Marokkaanse man op straat. Wel eens aangesproken natuurlijk. Maar ook vanwege, ik heb natuurlijk heel lang bij BNN gewerkt, spuiten en slikken. En dan is er ook veel om over aangesproken te worden. En als ik merk dat jongens zeggen, hey, je bent toch van dat ene gekke programma. Dan zeg ik gewoon ja. En dan ga ik soms een gesprekje aan, soms niet. Maar dat is nooit geëscaleerd tot het punt dat ik dan ergens toch ineens een hoer was. Maar ik heb het ook de andere kant op meegemaakt. Want tijdens mijn studie werkte ik hier op het Leidseplein in een restaurant. En dit gaat dan over seksuele intimidatie op de werkvloer. Maar daar was het zo dat het was een Mexicaans restaurant. Daar werkten heel veel stoere macho mannen in de keuken. Latino's, Mexicanen, Egyptenaren en Nederlanders.
En ik kreeg het echt voor me kiezen van die Nederlandse man. Elke keer als ik een bord tortillas naar tafel 4 moest brengen. Want daar ging het, daar ging het soms van die gesprek van... Hey, je komt toch uit de Bijlmer? Nee, ik kom niet uit de Bijlmer, maar dat is oké. Heb je wel eens een witte piemel gezien? Want jij denkt natuurlijk dat zwarte pikken... dat kon heel, heel lang en heel uitgebreid doorgaan. En dat is ook, pure seksuele intimidatie. Dus... Als je dat voorbeeld doortrekt, werkten er ook blanke meisjes in dat restaurant? Ja. En werden die dan ook door die Nederlandse mannen zo bejegend? Werden ook. Dat waren gewoon, ik denk dat het een kwestie is van milieu. En milieu is een beetje een vaag woord. Maar ik denk dat het meer een kwestie is van milieu. Ik denk dat je gewoon van je moeder geleerd moet hebben. Dat je sommige dingen niet kan zeggen. En je moeder kan je dat leren door is je ook te vertellen. Opvoeding. Milieu is opvoeding. Ja, absoluut. Ze moet je het vertellen. Je vader moet het je ook vertellen. Maar je moet het ook kunnen zien. Je moet ook, als je in een huishouden woont waarin je vader je moeder met respect behandelt, is dat een goed voorbeeld waar je je misschien ook aan op kan trekken. En waar je, dat is wat je mee naar buiten neemt. Maar die jongens in de keuken, en dat waren er 3 hoor. Dus ik bedoel, maar voelde je daardoor geïntimideerd? Nou, ik vond dat wel onprettig. Ik ging op allerlei manieren de discussie aan. Maar ik heb daar een paar jaar gewerkt en op een gegeven moment hou je ook met die discussie. Maar... ik heb heel lang geprobeerd uit te leggen dat ik niet uit de Bijlmer kom. Niet dat dat wat uitmaakt. Maar en daarna heb ik uitgelegd dat ik niet de hele tijd... ik wil niet leven in een boek van Robert Fuijsje, als jullie het niet erg vinden. Ik wil gewoon mijn bord tortillas ophalen. En die brengen naar tafel 3. Dat is lastig uitleggen als die schrijver toen nog niet actief was. Nee, ik snap dat je punt. Maar je begrijpt wat ik bedoel, toch? En je bleef dat aangaan en je ging ook strategieën ontwikkelen om niet via tafel 5 naar tafel 4 te gaan. Of dan misschien maar anders te lopen. Of... Nee, als je in de horeca werkt tijdens je studie, je moet gewoon dat bord ophalen. Op een gegeven moment heb ik het opgegeven. Ook met in het achterhoofd dat ik dacht, ik ben bijna afgestudeerd. Ik kan hier weg. Maar ik vond dat wel vervelend. Want op een dag dat je lekker in je vel zit en dat je net een tweede date hebt gehad met een leuke jongen en zo'n lul van een kok zegt iets vervelends, denk je, boeien. Maar in de tijd dat ik werkte, het is alweer een tijdje geleden bij dat restaurant, dat was ook de tijd dat ik mijn eigen nare ervaring had met seksueel geweld. Toen vond ik het extra moeilijk om dat bord daar op te halen. Ja. En toen wist ik ook niet wat ik moest doen. Nee, het is dus ook het is heel erg van je gevoel afhankelijk. Ja. Of je er wel als je niet... je weerbaar voelt, dan ga je er soms tegen in. Maar je voelt je niet, ik voel me niet elke dag weerbaar. Ja. Ik heb ook wel eens een dag dat ik me niet wil hoeven verweren. Ja. Jullie zeggen, jij zegt van het is cultureel bepaald, maar het is ook opvoeding. Daar zijn jullie volgens mij alle 3 over eens. Hè? Van welke cultuur je dan ook komt, het is opvoeding. Jij voelt eigenlijk ook nog aan toe, het is ook straatcultuur. En zelfs ook een beetje in het verhaal van Iris, hè, dat je dan ineens zo'n opmerking krijgt en draait om en het blijkt toch gewoon een blonde jongen te zijn. Er zijn plekken in Amsterdam waar vrouwen, waar meisjes zich onveilig voelen. Mm-hmm. Wijken, straten, buurten die ze ontwijken of hun kleding aanpassen op de straat, hè, wat daar, het tuig wat daar rondhangt. Dus je wat hebt vind seksuele, je daarvan? Want seksuele je zegt nu, intimidatie je op het werk. Je zegt het nu zo matter of factly, dat is gewoon zo. Maar wat vind je daarvan? Dat er plekken zijn waar je als vrouw ja, niet ik vind komt, dat gewoon, dat kan niet. Je kan niet zeggen, er zijn jongens die de baas zijn, de straat is van ons, zeggen ze letterlijk. En het zijn, en daar ben ik het met je eens, het zijn niet alleen meisjes en vrouwen. Maar er zijn ook oudere mensen die niet meer op straat durven na een bepaalde tijd, in een bepaalde periode. Hè, in de zomer iets minder dan in de winter. Natuurlijk. Ja. Nou ja, wat ik daarvan vind, dat kan niet. De straat is van iedereen en is niet alleen van de jongen. Maar ik vind het veel erger, want je hebt seksuele intimidatie op je werk. Mm. En dat heeft geen kleur, seksuele intimidatie. Maar we hebben het nu over, en dat was naar aanleiding van het filmpje, dat iedere vrouw, ook ik word ook een dagje ouder, maar ik word ook nog best wel niet geïntimideerd. Maar als iemand tegen me zo gooit, een leuke vrouw of een bouwvakker, ging de discussie ook op een gegeven moment over. Ja, en voelt dat dan anders? Nee, dat voelt natuurlijk. Of een bouwvakker zegt, schatje, heb je mooie benen? Of, niet tegen mij. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nog nooit, maar ik weet hoe ik ze moet behandelen. Ja, maar in ieder geval, als die bouwvakker dat doet, dan vind je dat minder snel intimiderend? Nee, het ligt eraan. Wat er wordt gezegd als een Marokkaanse jongen op straat tegen een Marokkaans of een oer-Hollands meisje, het maakt mij niet uit, zegt, hey schatje, wat heb je mooie benen. Ik denk dat het meisje ook niet schrikt, maar wat daarna gebeurt, kijkt ze niet, hè?
dan wordt ze vreselijk bespuugd, geïntimideerd. Ja. Om al die woorden niet te herhalen. We weten allemaal wat ze zeggen. Het is wat daarna gebeurt. Het is dat je minachting, disrespectvol. Maar als er ook een Marokkaanse jongen tegen mij zegt, hé schatje, wat ben je mooi. Helemaal niets aan de hand. Het gaat erom de manier waarop met z'n vijven, zessen, vaak zijn het ook groepen. Dat is intimiderend en vernederend. En wat er verder voor vuiligheid uit hun mond komt. Moeilijke vragen om aan een man te stellen, maar toch, ook misschien vanuit je ervaring. Kan het ook te maken hebben met dat Nederlandse vrouwen in elk geval niet precies kunnen inschatten hoe zo'n groep gaat reageren? Je hebt het minder onder controle dan de bouwvakkers. Ja. Daarvan weet je, nou, dat is weer over als ik voorbij loop. Terwijl misschien bij een groep van jongens die je niet goed kent, ik opper maar een theorie, dat je dan al sneller bedreigd voelt, omdat je niet weet wat je kan verwachten. Of is dat onzin? Nee, kijk, als de intimidatie zo ver is, dan maakt het in die zin niet uit. Maar ik denk dat wel bepalend is voor bijvoorbeeld. Ik spreek ook vrouwen die zeggen van nou, als we dan zoiets roepen, dan loop ik erop af. En dan zeg ik, wat zeg je, snotneusje, want ik had je moeder kunnen zijn of zo. En dan ontstaat een heel andere interactie. Maar het zou daar niet van af moeten hangen. Dus ik denk natuurlijk, als je de situatie kunt inschatten, dan ga je er anders mee om. Maar als de groep anoniem is en op die manier reageert, dan is dat natuurlijk meer intimiderend. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat je eigenlijk naar de norm toe moet. Dat die jongens eigenlijk leren om gewoon ook niet op die manier over die benen te spreken, om het zo maar te zeggen. Want het begint ergens en het eindigt, laten we zeggen, in een drama. Nou ja, in een situatie waarin vrouwen dus niet meer in die buurt komen, zich anders moeten kleden. Dus dat soort zaken. Dus ik denk, kijk, ik heb wel eens in Slotervaart bijvoorbeeld, toen ik met die groepen bezig was, ouders ontboden. En dan vertelde ik die ouders bijvoorbeeld, in Overtoomsveld waren het dan wel voornamelijk Marokkaanse jongens. En we wisten hun namen en hun adres, dus we konden die vaders ook en die ouders ontbieden. Als ik dan zei in het Marokkaans wat die jongens dan tegen vrouwen riepen, hoer. Dus hoer, het klinkt in het Nederlands enigszins vriendelijker dan wanneer je het in het Marokkaans zegt. Het ligt er ook helemaal aan hoe je het zegt, hoor. Ja, nee, precies. Maar goed, maar het is in het Marokkaans. En dat is misschien wel een beetje een culturele element. Wat is het in het Marokkaans? Kaba. Maar als je dat... Kijk, in de huiskamer is dat woord gewoon taboe. En dus als ik tegen die mannen zeg van dit is wat jullie zonen zeggen, dan begint meteen iedereen van dat zeg je toch niet, hè? Dat neem je niet eens in de mond. Maar jullie zonen roepen dat wel op straat. Dus die confrontatie, die anonimiteit moet je in die zin ook doorbreken. Maar dan zit je al in de fase van aanpakken. Maar ik denk dat die anonimiteit en dus in combinatie met de algemene hufterigheid, dat is wat je tegenkomt in bepaalde buurten. En dat gebeurt dus tegen vrouwen en dat gaat op die manier. Maar homo's maken dat ook mee. En ik ben geen homo, maar omdat heel veel van die jongens weten dat ik voor homorechten opkom, maak ik het ook mee. Dus ik was eergisteren was ik in Venlo, notabene een stad waar ik niet bekend ben. Dus ik kom op station, er zit een groepje op een muurtje. En ze zien me lopen en het eerste wat ze roepen van... Hé, hey, Marcours, Zemmel, flikker. En dat klinkt zijn, heel vriendelijk. Vriendelijk, nee, ja. Dat klinkt niet vriendelijk. Kijk, vervolgens lopen ze wel heel laf weg. Maar als je dat meemaakt in je woonwijk, elke dag weer... Juist. Dan kun je dat niet wegwijven als... daar kunnen we niks tegen doen of dat moet je maar... En als meisje van 16 ben je veel kwetsbaarder als je op de fiets, als je in de straat, als je godverdorie gewoon je eigen buurt niet in of uit kan. Of ook Marokkaanse meisjes die je spreekt, die daarover klagen, die zich in vuilniszakken moeten kleden, uit de buurt zijn en dan uitdoen. En dat ze dan weer gewoon hun gewone en kleding aantrekken die ze gewoon willen dragen. En dat moet gewoon niet kunnen nu in deze tijd. Bepaalde vrijheden, men vraagt vrijheden. Ik strijd net zo hard voor discriminatie, ook over Marokkaanse jongens die gediscrimineerd worden, als ze geen stageplek krijgen. Maar ik vind dat je dan ook gewoon terecht moet kunnen spreken over seksuele intimidatie. Als het van een bepaalde groep komt of uit een bepaalde wijk. En het interesseert mij helemaal niet wat voor cultuur of etniciteit die jongens hebben. Maar als het Marokkaanse jongens zijn,
Dan zeggen we dat en dan is dat zo. En dan kan je het ook gewoon ook beter bespreken. Als jij zegt dat je de ouders ontbood, wat je inderdaad altijd deed toen je stadsdeelvoorzitter was. Ja, dat is een idee ook om het met die ouders ook bespreekbaar te maken. Omdat ze vaak niet weten wat die jongens op straat doen. Omdat ze thuis het voorbeeldkind zijn. Ja, daar heb ik over geschreven. Wil je daar nog iets over voorlezen? Mag dat? Ja, de islam, de moslims en ik heb klein een boek stukje. Klein stukje voorlezen. Het gaat over de islam, de moslims en ik. En het is een beetje persoonlijk, het is dus autobiografisch, een beetje politiek, een beetje cultuur, een beetje religie, verdeeld over hoofdstukken. Vrouwen, mannen. En dit stukje gaat over opvoeding. Het is een heel klein stukje in de context het hele boekje eigenlijk. Opvoeden. Moslimmoeders zouden moeten ophouden hun zonen als kleine goden te behandelen. Jongens worden in gijzeling gehouden door dat wat hen is aangeleerd. Het zijn onze handen die onze onderdrukkers kneden. Islamitische mannen verschillen wereldwijd cultureel van elkaar. Maar ze hebben één ding gemeen. Ze worden opgevoed en grootgebracht door een vrouw. Vrouwen kunnen de spiraal van geweld en onderdrukking doorbreken als ze kiezen voor een meer feminine opvoeding van hun zonen. Onwenselijke islamitische religieuze voorschriften, maar ook onze cultuur en de tradities zijn oorzaak van het morele superioriteitsgevoel dat moslimmannen hebben, waardoor zij zich heerser wanen. Er zijn veel problemen met Nederlands-Marokkaanse jongeren. Nou ja, uit onderzoek blijkt. En dan vertel ik iets over het onderzoek en dan even het laatste stukje. In de Marokkaanse cultuur is er weinig ontzag voor vrouwelijke familieleden. En zeker als de vader ontbreekt, wordt er geen respect bijgebracht voor anderen. Er is veel tyrannieke groepsdruk en iemand die niet tot de eigen kring behoort, wordt al snel gezien als vijand. En een stukje over de moskee en dan ga ik over op de taal en de hulpverlener. Nogmaals, je wil natuurlijk, je wil niet, want daar begint het ook mee, je wil niet iedereen over één kam scheren. Maar nee. Als iets waar is, dan kunnen we het beter over hebben, met jongens zelf ook, met meisjes zelf ook, waardoor het probleem ook precies, kunnen verhelpen. Als iets waar is, we hebben het nu kort gehad over, is het cultureel bepaald? Als het waar is, biedt dat misschien ook, namelijk, en daarom hebben we het er vanavond over, relevante aanwijzingen voor de oplossing. Want ik neem aan dat als het om een straatcultuur gaat, of als ze het alleen in groepen doen, of als de vader heel belangrijk is, dat om een bepaalde aanpak vraagt die bij bouwvakkers waarschijnlijk redelijk mank gaat. Dus daarom is dat toch relevant om te horen. Ja, nee, maar kijk, ik denk dat je, dat heb ik altijd gezegd, een aantal van mijn problemen ook, dus je moet altijd heel specifiek zijn, scherp in je analyse en scherp in je oplossing. Maar ik vind, jouw tekst is wel heel erg generaliserend en dat vind ik wel gevaarlijk, want ik zie, als ik kijk naar Amsterdam en de rest van Nederland, zie ik over het algemeen de gemiddelde moslim-Marokkaanse man zich voorbeeldig gedragen. Ik bedoel, zoals je tekst dat voorschrijft. Maar we zien wel dat de groep die problemen veroorzaakt. Het gaat over opvoeding, hè? Ja, nee, daar heb ik het over. Ik ben ook opgevoed door mijn Marokkaanse moeder. Ja, mijn broer is ook opgevoed door mijn Marokkaanse moeder. Dat is de rode draad die jij ziet. Nee, maar goed, nee, maar ik bedoel, jouw tekst generaliseert en dat vind ik gevaarlijk. Zoals je mag straks wat zeggen, mevrouw. Dus mijn punt is, dus je moet inderdaad heel scherp zijn in je analyse. En die groep die problemen veroorzaakt, dat is nog altijd een minderheid. Wel een grote minderheid, dus wel relevant. En die moet je dus ook aanpakken. Maar op het moment dat je zegt van, de Marokkaanse moslimman. Ja, dan, hier komen we iedere keer weer op terug, hè? Dat we weer gaan nuanceren, weer gaan zeggen dat ze niet allemaal zijn. En zo zijn. Komen we dus nooit ergens. Nee, dat is niet waar. Als we blijven, ja. We blijven in cirkeltjes. Het is gevoelig, zo komen we nergens. Dat is echt niet. Nee, en we zijn al in 2012. We gaan niet nog de generatie opvoeden. Nee, maar het debat vanavond gaat over, we hebben het over seksuele intimidatie. En dan met als vraag, is dat een cultureel iets? En ja is toch een deel van het antwoord. Ja. Want als ik dan, ik ben wel bijna verkracht door niet een Marokkaan. Dus dan telt mijn verhaal niet, want het was geen eens een Marokkaan. Nou, dan kan je eigenlijk niet meedoen aan het debat. Ja. Het is een stukje van de waarheid, toch? Van de puzzel. Ja. Nee, maar het is ook
Maar ja, absoluut. Nee, maar op het moment dat je dus daadwerkelijk een oplossing wil voor het probleem, dan moet je ook heel scherp in je analyse zijn. Als we bijvoorbeeld hele gemeenschappen onterecht over één kamp scheren, maar niemand heeft het over. Ja, maar dat gebeurt hier ook niet. Ik heb het over jouw tekst. Over opvoeding. Ja. Nee, we hebben het over opvoeding. Ja. Over opvoeding. Ja. Daar hebben we het al heel lang over. Ik vind de conclusie van Sarayda eigenlijk wel een mooi slot van dit blok. Precies, tot zover. Tot zover. Want we gaan jullie bedanken. Jullie mogen terug naar je plek. En we gaan het woord geven aan Ingrid Hogervorst. Ingrid, wil je naar je plek lopen? Onder applaus natuurlijk. Applaus. Alvast. Ingrid, jij, voordat je je verhaal vertelt, jij bent schrijfster en jij gaat, jij gaat een relevant licht werpen op deze discussie. Een verhaal. In 1964 diende de broekgulp slechts één functie. Om geen onnodige tijd te verliezen, stak de eigenaar van het kledingstuk zijn geslacht door de geopende rits, hetzij knoperij en plaste. Het laatste druppel uitschudden, door de knieën veren en de gulp sluiten. Wat moest een vrouw in een broek met een gulp? Haar ogen zwaar opgemaakt, haar hele verschijning zag er prettig, verloederd, existentieel uit, ging mijn zuster in haar zwarte broek met gulp door onze straat in Amsterdam-West. Ze zal een jaar of 16 zijn geweest. En de buurt, overwegend van gereformeerde origine, sprak er schande van. Een paar buurvrouwen spraken mijn moeder op het onzedige gedrag van haar dochter aan. Ze had een religieus beginsel hoog te houden en koppelde dat aan kledingvoorschriften voor vrouwen. Ik denk dat mijn moeder, afkomstig uit een andere cultuur en toegerust met een meer dan verstandige dosis fatalisme, zich weinig van hun fatsoensoffensief aan zal hebben getrokken. Dat maakte onze woning tot een vrijplaats. Op zaterdagavond werd er bij ons thuis verkleed, opgemaakt, gedanst en ingedronken. Met mijn oor tegen de kamerdeur van mijn 6 jaar oudere zuster luisterde ik naar het gegiegel dat onder de drempel doordreef. Zwarte jurken, hoog op het been, hakken, slopkousen, de ogen onder de pony flink in het zwart gezet, keek ik hoe de hartsvriendinnen even later naar de tram liepen die ze naar de dansclub bracht in het centrum. Alles ademde avontuur. Zo zag de vrijheid eruit, die ik ook wilde. Op een zomerse zaterdagavond, de bewoners zaten op hun balkons, liepen mijn zuster en haar vriendin de straat uit naar de halte, toen om de hoek mevrouw S. verscheen. Mevrouw S. was de moeder van de vriendin. Misschien had ze bij ons willen aanbellen en gedacht, ik doe dat niet, en buiten haar kans afgewacht. Nu liep ze zo'n 20 meter achter de 2 16-jarige meiden aan. Zodra de moeder ze in de gaten kreeg, zette zij flink de pas in en liet van zich horen. Hoer, sloerie, slet. Zo ging een meisje niet over straat. De meisjes in kwestie begonnen te redden. Inmiddels waren de balkons volgestroomd met publiek dat in spanning afwachtte wie deze strijd ging winnen. In de haast verloor de vriendin van mijn zuster haar schoen. Triomfantelijk pakte mevrouw S. de hak op en zwaaide ermee door de lucht. Hilarisch straattafereel. Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen. Net zo min als die ochtend een paar jaar later op mijn middelbare school. Ik droeg zo'n ruig nylon hemdje boven een witte spijkerbroek en iemand schreef met lipstift Jefferson Airplane op mijn linkerpijp en toen de hoe op mijn rechter en er werd een etui filtstifter tevoorschijn gehaald en binnen de mum stond de hele top 40 op mijn broek. Uh,
De rector, voordat ik de school binnenging, riep de rector me bij zich. Draai eens even om. Ik draaide me om. Ga jij maar naar huis, je omkleden. En dat deed je. Je trok je beste jurk aan en fietste weer terug. Kledingvoorschriften. Ik zat te denken, lang, kort, volgekliederd, schoon. Ach, decennium later was de verzuiling verbrokkeld. De grote vrijheid had zijn intrede gedaan in school en gezin. En moeders begrepen dat ze hun dochters beter zelf konden laten kiezen wat ze aantrokken. Want hoe hard je er ook achteraan rende. En ze proberen tegen te houden, ook met één schoen, springt ze in de tram en danst haar toekomst tegemoet. Maar wacht even, wat gebeurt er? Ik fiets door de stad, rok hoog op been en ik hoor iemand sissen. Hoer, het overkomt me wat vaker. Ik voel dat ik kwaad word. Wacht even, dit is mijn stad. Ik ben hier geboren. Mijn zusters vochten voor mijn vrijheid. Zorgden dat mijn vriendinnen en ik erbij konden lopen zoals we wilden. Zonder voorwerp te worden van hoon of spot of afkeuring. Ik vraag het rond. Hebben anderen ook die ervaring? Een vriendin blijkt in Amsterdam-Oost in het gezicht gespuwd. Een ander kreeg een klodder vlak voor zich op de grond in een station. En een van haar vriendinnen werd klemgereden met een brommer. In alle gevallen waren het jonge Marokkanen. Wat? Wie geeft ze het recht vrouwen lastig te vallen? Met hun gezicht en gespuw en gevloek? Maar laat ik het bij mijn eigen ervaring houden. In mijn geval sissende, uit de tijd gevallen mannen in een djellaba. Hun afkeurende blikken, de denigrerende manier waarop ze uiting geven aan hun ergernis over in hun ogen onzedige bloot. Het lijkt alsof ze met hun nagel krabben aan onze cultuur. Alsof ze er een laagje af willen krabben. Ze hebben iets hoog te houden. Klampen zich vast aan verdwijnende kledingvoorschriften. Aan misschien een talend religieus fatsoen. Net als de vrouwen uit mijn straat van vroeger. Mijn eerste gedachte is, ik neem dat niet serieus. Ik denk, laat de tijd zijn opscholende werk doen. Nu begrijp ik, naar aanleiding van het filmpje en de discussies ook in de kranten, dat vrouwen in Brussel, New York en Parijs zich ook belaagd voelen. Dan is er iets misgegaan met het multiculturele in de hoofdstad. En moeten vrouwen de buurten en steden ontvluchten? Moet de politie bonnetjes gaan uitschrijven voor publiekelijk gesis? Stigmatisering ligt op de loer, lijkt me. Niet alle Marokkanen ergeren zich aan ons bloot. Moet je je als vrouw weerbaarder opstellen? Met het risico dat je een klap krijgt of klem wordt gereden of erger overkomt. Je kunt je er ook niks van aantrekken. Ik ben nu wel zover dat ik denk het debat van vanavond moet worden gevoerd. En misschien vinden we geen oplossing voor alledaags seksisme op straat. Maar het gesprek doorbreekt wel het taboe. Ik denk waar xenofobie of rigiditeit op zedelijk gebied doorbroken moet worden, of doorbroken wordt, ontstaat ruimte voor dialoog. En is het in de jaren 60 niet ook zo gegaan? Dankjewel, applaus. Ingrid Hogevorst, dankjewel. Het spreekgestoelte wordt weggehaald en er verschijnen nog een paar mensen. Hallo, welkom. Ja. We hebben net gehad over dat het culturele in ieder geval een deel van de kwestie is. Maar we wilden ook even inzoomen vandaag op het vrouwbeeld in Nederland. Dus even die wat meer Nederlandse cultuur en vrouwbeeld onder de loep nemen. Hè. Want ook al het voorbeeld seksisme op de werkvloer is in ieder geval ook heel normaal door Nederlandse mannen gedaan. En daarvoor hebben we een paar gasten uitgenodigd. Ja, we hebben Margriet van der Linden, kom aan tafel, hoofdredacteur van Maandblad Opzij. Jan Heemskerk, kom ook gezellig naar de tafel, voormalig hoofdredacteur van een heel ander blad, de Playboy. En Karen Spijnk, schrijfster en columnist. Applaus. Nou weet ik niet of de baard hier ook een probleem gaat zijn, maar we gaan het merken. Ja,
Gaat het? Testing, testing. Volgens mij gaat het. Maar dat is wel een beetje een schijnbeweging. Want we wilden eigenlijk even beginnen, Karin, met jou. Jij hebt op een gegeven moment naar aanleiding van het filmpje en het debat dat daarop volgt, hè, het filmpje van Sophie Peters, je tegen het debat aan bemoeit en die het element ingebracht van de Nederlandse man. Kan je daar iets over zeggen? Ja, ik werd een beetje... Ik herken het probleem, ik weet dat het bestaat. En ik werd een beetje boos door de manier waarop er over gesproken werd. Ineens ook heel veel mannen die zich tegen het debat aan bemoeiden. En de toon ineens was een beetje... Dat doen wij met onze vrouwen niet, hè? Tegen de jongens, of, want daar blijf je vanaf, onze vrouwen. Op een toon alsof er überhaupt sprake is van hun vrouwen en onze vrouwen. Maar ook op een toon alsof Nederlands geboren en getogen mannen zulke dingen nooit doen. En die schijnheiligheid daarin, daar werd ik vreselijk boos over. Eens te meer omdat in juni vorig jaar overal ter wereld in grote steden de zogeheten slutwalks zijn gehouden. Aanleiding daarin was een vrouw die verkracht was en die bij de politie kwam. En de politieagent riep inderdaad zoiets van onder het motto, had je maar niet zo moeten kleden. Daar zijn toen veel vrouwen zo boos over geworden dat in 40 verschillende steden overal ter wereld de zogeheten slutwalk werd georganiseerd. Het gegiegel in de slettenloop. De slettenloop. Het gegiegel in de Nederlandse media. Oh, die vrouwtjes hebben weer wat te zuren. Wat een onzin toch. Inderdaad, moet je maar niet zo kleden. Exact dezelfde soort type verhalen waarvan we nu zeggen, maar dat is toch heel erg als mensen dat zeggen. En op de een of andere manier is er nu een soort intersectie. Het gaat over seksisme, maar door Marokkaanse jongens. En nu vinden we het ineens allemaal heel erg vreselijk. En dat is wat me niet bevalt in dit debat. De schijnheiligheid. De schijnheiligheid, alsof Nederlandse mannen het niet doen. Alsof het alleen maar een kwestie is van... Je ziet hetzelfde een beetje bij het debat over homoseksualiteit. Er is al jaren een groot probleem met homoseksuelen. Dat is niet anders geweest. Met de bejegening van homoseksuelen? Ja, uiteraard. Uiteraard. Zorgvuldig uitdrukken. Nee, ja, voor mij is dat zo logisch dat ik alleen maar dat bedoel. Maar je hoort alleen maar de verhalen over wanneer een homostel is weggepest door Marokkaanse. Je hoort het nooit als een homostel op de Veluwe is weggejaagd of in Urk in elkaar wordt geslagen. Dus er zit, op de een of andere manier is het leuker nieuws, past het beter in onze framing wanneer het Marokkaanse jongeren zijn. En daar heb ik een probleem mee. Want ik heb onder andere een heel groot probleem met Nederlandse mannen. Dagen later mijn allerergste probleem is met Engelse voetbalsupporters. Dat is een hele andere discussie. Dat debat gaan we een andere keer voeren. Ik heb een tijd lang bij het Hans Brink Hotel gewoond. Ik kon elke maand kon ik een paar dagen niet de straat op. Nou, dat was echt huisarrest. Dus Sarah is voor het volgende debat. Margriet, herken jij dit? Want dit wordt nu breder getrokken. Herken jij de schijnheiligheid? Had jij dat gevoel? Ja, nee, dat is al zo. Ik bedoel, dat gaat ook in het algemeen over discriminatie. Heb je altijd wel witte mannen die zich heel erg opwerpen voor de moslima opeens. Weet je? Dat was ook op een gegeven moment zo'n enorme zaak waar mannen met strikjes en dassen in driedelig kostuum zich heel erg druk gingen maken over de bevrijding van de moslima. Ja. En als je dan tegen diezelfde mannen al jarenlang zei, nou, er is ook wel iets mis met de situatie man-vrouw in Nederland. Dan heb je dat... Heb je die aanstellerietes van de opzij weer, weet je wel? En dan was het opeens minder van belang. Dus dat is bij dit onderwerp ook wel het geval. Ik vind ook dat... Dus de brede discussie over seksisme, seksuele intimidatie... die wij al heel erg lang voeren... dat is een blijvend iets. Dus daar zul je aandacht voor moeten houden. Wat nieuw is dat specifiek door die documentaire nu een andersoortig probleem binnen het hele kader van seksisme wordt aangeroerd. En ik vind dat je daar je ogen ook niet voor hoeft te sluiten en dat er niet meteen een soort Pavlov-reactie moet komen van ja, maar witte mannen doen het ook. Namelijk, want ja, die doen dat ook. Je bedoelt wat hier het fenomeen van de Marokkaanse groepen jongens die dit doen? En dan... Maar ik vind het bijvoorbeeld wat aan de tafel hiervoor wordt gezegd. Ik vind het toch wel heel frappant dat het Marokkaans-Arabische woord voor hoer binnen kamers. Nou, dan duikt iedereen onder de dons, want zo erg is het. Maar met name nou dat woord wordt door de jongens aangewend... Om vrouwen, westerse vrouwen mee te beledigen. En ook wel niet alleen westerse vrouwen. Nee, ook hun zusters en overbuurmeisjes. Waarom vond je dat zo? Wat vind je nou, omdat dat dus kennelijk wel die connotatie zit in die koppen. Dat het zo erg is. Dus die uitdaging moet op straat dus ook worden geuit. Ze kiezen ervoor. Ze kiezen ervoor. Ze zeggen niet, vuile trut. Weet je wel, dat hoor ik zelden. Nee, het is altijd, je bent of een tyfus of een kankerhoer. Ja. Maar dat hoer...
Dat zit er altijd wel in. En op zijn dus ze denken, wat is dat? Gaat er wat Jan, houdt zich, Jan houdt zich nog heel erg stil. Je mag stil dat zitten. Helemaal nooit zeggen, want dan gebeurt er van alles, alles met je. En dan krijg je een pak slaag van je vader en je moeder. Binnenskamers. Maar op de straat wordt het aangewend. Mag alles. Om het allerergste te zeggen, kennelijk. Als we gaan kijken naar de cultuur. In de documentaire zegt iemand op een gegeven moment, is het een cultureel probleem of is het het probleem van een cultuur in een andere cultuur? En dan hebben we het natuurlijk ook over het straatbeeld. De blote vrouwen, en ik begin al naar Jan te kijken. De blote vrouwen in het straatbeeld en de verleidelijke poses en de reclames voor te passend onpas wat, auto's, sigaren, whatever. Dat versterkt misschien het gevoel van de jongens waar we het over hadden, dat ze hier alles mogen zeggen over vrouwen. Dat vrouwen ook inderdaad misschien hoeren zijn. Herken je dat? Kan je daar iets over zeggen? Ja, ik kan er van alles over zeggen, maar... iets zinnigs. Wat ik eigenlijk liefst over wil zeggen. En horen we je als je iets zegt? Nee. Ja, nee, dus toch zit het niet in je, baard. De baard, het is echt een technisch drama deze avond. Ja. Ja? Ja. Nee, ik ben zelf van de tweede feministische golf. En in mijn tijd, over generaliseren gesproken, meneer Marcouch, waren alle mannen verkrachters en onderdrukkers. Dat werd ook luidkeels beleden. En op de werkvloer, als daar iemand in minirok en laag uitgesneden decolleté kwam, dan werd je verondersteld te doen alsof je daar niets van merkt, als man. Want dat ging jou vast heel goed dat aan. Ging niet aan. Die vrouw had het recht zich zo te kleden. Daar was geen enkel signaal mee bedoeld. Anders dan, gut, ik had vanmorgen gewoon zin om een leuk kort rokje aan te trekken. En mijn decolleté eens te laten zien. En dat deed je ook, want dat was beschaafd om te doen. Dus je keek niet naar het decolleté. Althans, je deed je uiterste best om het niet te doen. Want het zat toch een beetje ingeprogrammeerd. Het waren verwarrende tijden voor mannen, maar zeker ook voor vrouwen. Die maar signalen afgaven waar niemand meer op reageerde. Maar één ding... Eén ding wist je dan zeker, er was in elk geval geen sprake van dat je vrouwen onheus zou bejegenen op die manier. Daar werd toen ongelooflijk hard voor gevochten door vrouwen. Ik vond toen een klein beetje overdreven. Maar uiteindelijk was dat misschien wel het hoogtepunt van de beschaving zoals wij hem hebben meegemaakt. Je deed dat niet, je liet het wel uit je hoofd. En daar zat de hele maatschappij stond daarachter, daar was behoorlijk voor geknokt. Wat we dus zien, of het nou Marokkanen zijn... Nee, maar dat is, daar stond de hele maatschappij... Was dat nou maar zo? Dat is precies... Nou ja, misschien heb je gelijk. Maar laat is ik zeggen, dat dan wel zo? Laat ik dan, ja. Laat ik dan zeggen dat mensen met wie ik omging... En daar was het zo. Daar was dat zo. Daar hoorde dat zo. Daar het zal, ja. In elk geval, dat was toen de tijd. En daar zijn we dus kennelijk onderweg tussen toen en nu... zijn we een en ander kwijtgeraakt. En of het nou witte mannen of Marokkaanse mannen zijn... er is beschaving verdwenen. Het is een kwestie van beschaving. En ik wil niet in die discussie gaan of dat nou een Marokkaanse probleem is. Of we er met, ik denk, maar goed, dat is mijn mening, dat je met het importeren van een cultuur die kennelijk niet zo beschaafd is als de onze. En dus dit soort dingen maar goedkeurt, dit soort gedrag dit tegen is vrouwen. Zeven mijlslaarzen, want inderdaad, cultuur wilde het over ja, sorry, hebben. Mijn bijstelling is, als netjes gedragen tegen vrouwen, daarmee bedoel ik ze niet intimideren of bang maken, wat je kunt doen, omdat je fysiek sterker bent. Maar was het niet de vraag, de beeldcultuur zoals we ze kennen in Nederland, hè, dat over, iedere Fiat Punto, die moet worden verkocht, ligt een naakte vrouw met de billen omhoog en de mond opengesperd. Ja, ik zie het nut er ook niet van in. Nee, maar dat, maar dat toch legitimeert dus... toch niet dat je voor tyfushoer wordt uitgemaakt of dat er aan je wordt gezien. Het is grappig dat je het zegt. Bovendien, op het Tahrirplein hangen die posters niet en daar gebeurt het ook. Oké. Okay. Nou, bovendien, de filmmaker Eddie ter Stal, een vriend, heeft hem ooit een prachtig ding. Hij heeft zijn idee van het summum van tolerantie is het recht van vrouwen om topless te zonden in het Vondelpark zonder dat ze worden lastiggevallen. En dat is me altijd bijgebleven, omdat het heel veel dimensies heeft. Het heeft een provocerende dimensie. Want je ligt tussen de drollen. Topless, het ligt tussen de drollen. Ik denk dat Eddie ook bedoeld is. Ik vermoed dat ze durft, hoor. Maar goed, kennelijk is er een tijd geweest waarin dat kon en waarin je er redelijkerwijs van uit kon gaan dat niemand je daarmee lastig zou vallen. Dus alles wat gegluurd zijn. En tegenwoordig kan dat dus niet meer. Om juist zoiets, iets provocerends, iets wat mensen van bepaalde cultuur provocerend zullen ervaren. Iets wat vrouwen misschien zelfs als provocerend zullen ervaren. Maar dat is ook een recht en een verworven recht. En dat hebben wij als mannen, zeg ik dan maar, hebben dat niet aan te tasten. En daar gaat het allemaal om. Oké, nu zeggen in dit documentaire ook veel jongens... Ja, misschien hebben wij een vrouwbeeld dat niet past en niet mag en doen we dat verkeerd. Maar kijk nou eens naar jullie, in dat geval Belgische vrouwen. Die zie ik op straat bloot op allerlei posters te pas en te onpas voorbij komen. Hoe moet ik, waarom is wat ik doe dan fout? Jullie gaan net zo met je vrouwen om. Dat is natuurlijk ook een kant van de discussie. Nou, ik weet niet, maar wij roepen niet volgens mij tegen iedere blote vrouw dat ze een hoer is.
Nee, maar misschien hoef je het niet te roepen. Er is een klein verschil. Ja. Misschien hoef je het niet te roepen. Nee, oh, dat is vanzelf zo. Als je een blote vrouw bekijkt, ja, dan vind je dat een hoer. Dat is ook een hele wonderlijke stelling. Nee. Dat zijn toch wel twee andere dingen. Dat is wat het feministische debat over zo interessant maakt. We hebben nooit gezegd, van je moet je heel decent kleden. En minstens van hier tot daar. We hebben altijd gezegd, je moet inderdaad niet topless gaan zitten als je, weet ik veel wat, ontvangst bij de koningin hebt. Lijkt me niet echt heel verstandig. Zou wel verfrissend maar zijn. Je kan gerust een korte broek of een korte rok. En dat betekent dus niet dat iemand aan je mag komen. Dat betekent niet dat ze een hoer kunnen. Sterker nog, als je wel een hoer bent, mogen ze dat ook niet met je doen. Ja. Dat is wat het feminisme aan toevoegt. En nu wordt het helemaal uit elkaar gehaald. Van, je hebt hoeren en daar mag je dus alles mee doen. De enige vraag is, wie we in de categorie hoer stoppen? Nou, dat ondertussen ongeveer iedereen. Iedereen, ja. Dat is waar het debat fout gaat. Ja, dat schept ook wel een band. Nou ja, dat is een dan zijn we eruit. Maar we zouden ons wat meer collectief daartegen kunnen verzetten. Ja, omdat we het toch allemaal zijn. Weet je? Dat was ook zo geestig aan die slettenwalk. Inderdaad, iedereen kwam daar heel erg uitgetost. Het betekent nog steeds niet dat je me mag verkrachten. Het betekent nog steeds niet dat je mijn pootje kan haken. Het betekent ook niet dat je mijn gezicht kan slaan. Dat is gewoon de politieman uit The Accused. De film met Jodie Foster. Weet je wel? Zo van je vraagt het toch in dat tijdstip in die bar. En je zegt, we moeten ons dan misschien wat meer gezamenlijk dan tegen weren of iets van zeggen. Hoe zie je dat voor je? Nou ja, eerder vanavond werd mij door verslaggever een vraag gesteld. Zo van, waarom nu? Pas. Maar ja, dat is zo met die dingen. Nee, maar dat is niet waar, nu pas. Nou ja, goed, er moet een film over gemaakt worden, of een essay, of een reeks artikelen. Mensen gaan zich ermee bemoeien. En dan wordt het iets. Ja. En dan moet je ook wel de handschoen opnemen en collectief zeggen, ik geloof niet dat we dit pikken. En er is ook voor iedereen iets te halen. De generatie na mij, zou ik maar zeggen, daar heb ik altijd zo ontzettend, ben ik jaloers op geweest. Dat was redelijk vijandig in de begin jaren 80. Hè. Dat was toen hoe het was. Het werd bevochten. Het was een hele wonderlijke relatie tussen mannen en vrouwen die zich aan de ene kant tot elkaar aangetrokken voelen. En aan de andere kant een soort permanente staat van ruzie verkeren. En haat misschien zelfs wel. Daarna is een generatie gekomen die dat allemaal heeft afgeschud. En die in een redelijke mate van onbevangenheid en zonder angst met elkaar hebben kunnen flirten en al die leuke signalen die we nou eenmaal tot onze beschikking hebben om onze interesse in elkaar welke te tonen. Welke generatie hebben we het dan over? Vlak achter mij. Ja, ik denk zo'n beetje de jaren 90 generatie zullen we zeggen. Ja, dus ja, precies, die nu 30, tot de 30 en de 40 zijn. Die hebben het eigenlijk heel onbekommerd gehad. En nu zie je terugkomen dat je eigenlijk je weer in moet gaan houden. Dat je niet meer jezelf kunt zijn. Dat je niet meer kunt rekenen op je veiligheid. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik vond het juist zo ontzettend leuk dat die mensen god wat heerlijk, die kunnen. Maar je generaliseert. Het is niet zo dat vrouwen die nu 30 of 40 zijn nooit bang geweest zijn als zij over straat liepen. Dat is kracht zou worden. Dat vind ik heel vervelend. Nee, maar dat is permanent iets waar vrouwen. Daar heb je waarschijnlijk gelijk in, maar dat kunnen we niet verder helpen dan. Jij spreekt nu meer over hoe de onderlinge verhouding binnen een gezin is, binnen een huishouden is. Nee, ik vind dat maatschappelijk zo zou moeten zijn. De suggestie dat er ooit een tijd is geweest dat vrouwen zich frank en vrij op straat konden bewegen in hun eentje, dat is überhaupt een illusie. Dat heeft dus niet bestaan. Een ander belangrijk punt is natuurlijk, het is altijd een kwestie van macht. En als macht voor het grijpen ligt, dan is het heel verleidelijk om hem ook te pakken. En dat is natuurlijk de man-vrouw discussie. Die macht is heel simpel en heel fysiek. En daarom is het filmpje ook zo indringend. Als je het omdraait, tot op driekwart denk je van die gast, al staan die vier vrouwen tegenover hem, hij doet ze gewoon weg. En niks aan de hand. En dat is natuurlijk de fundamentele ongelijkheid waar je niks aan kunt doen. Ja. Nou, dat is iets anders wat ik een beetje raar vond in de toon die soms in het debat kwam sluipen. Dat heel veel mensen net begonnen te zeggen, maar dat die jongens zich zo gedragen, heeft ook te maken met het feit dat ze zelf weinig aanzien hebben. En dit is een soort van manier om zichzelf te recupereren bijna. Of een soort van, weet je, dat is waarschijnlijk waar trouwens. Het is wel een verklaring, maar geen excuus, zeg jij. Nou, nog niet eens een verklaring. Want het punt is, De verklaring loopt dan een beetje, je moet zorgen dat die jongens meer status krijgen. Nee, je moet zorgen dat die meiden meer status krijgen. Dat die meiden van zich af kunnen bijten. Want het probleem is, die jongens meer status. Als je kijkt naar mannen die meer status hebben, dan behandelen die vrouwen ook lang niet altijd netjes. Dus het idee van, als je de status van mannen verbetert, verbetert die van vrouwen per ongeluk zo terzijde ook. Nee, als je de status hopelijk van vrouwen wil verbeteren, moet je de status van vrouwen verbeteren. Ik denk dat je ook mannen zult moeten uitleggen dat zelfs hoe verleidelijk het toch ook is. Dat je geen recht hebt op een machtspositie ten opzichte van een vrouw. Ik denk dat wat Samira zegt, moeders aanspreken. Ik wij zeggen, dat is ook opvoeding. Kun je een stuk bij, als die vrouwen dat zelf tegen die jongen en ook die jongens laten merken, en nou is het godverdomme afgelopen. Ja.
bij het feminisme, dat is nog steeds heel goed van het feminisme. Wij waren altijd heel erg ook van de zelfredzaamheid. Dat nu het plan kwam dat de politie dan met een bonnenboekje in de aanslag achter je aan moest gaan lopen. Nee, je moet dus gewoon op. Je moet op vechtsport en je moet op zelfverdediging. En je moet leren hoe je in het Arabisch terug kan schelden. Dit is een heel mooi bruggetje. We hebben een paar oplossingen te pakken. Ja, we moeten collectieve verontwaardiging hebben en de actie op ondernemen. En we moeten op vechtsport leren en in het Arabisch. Heb jij dat ooit gedaan, een zelfverdedigingscursus, heel vroeger? Ik liep altijd met de sleutels in mijn hand. En tegenwoordig, ik loop met een stok. Ja, dat helpt. Nee, het andersom. Ik bedoel, wat ik ook leer, ik ga gewoon onderuit. Maar ik ben verbaal wel redelijk uit. Dat scheelt. We danken jullie voor nu. Tot zover. We gaan naar het derde deel eigenlijk van de discussie. Jullie mogen weer plaatsnemen. Ja, dank jullie wel. Applaus. En voordat we naar het laatste blok gaan en op zoek naar verder meer oplossingen, gaan we nog heel even luisteren naar Marije. Marije? Hoi. Ja. Oh, ga leuk. Lekker zitten, Marije. Daar is ze weer. Ik ben Marije. Nee. Hallo, ik ben Marije. Ik ben jong, blond en lesbisch. Van lesbische vrouwen is het vooroordeel dat ze allemaal onaantrekkelijke houthakkers zijn die nooit een jurkje dragen. Mijn vriendin is net zo blond en net zo oud als ik. En ze draagt hoge hakken. Ik loop daar niet zo lekker op. Wij wonen samen in de Indische buurt. De Indische buurt is een immigrantenwijk, veel allochtonen. Ik houd niet zo van die term, omdat alle mensen per definitie verschillend zijn. De Indische buurt is een buurt om verliefd op te worden. Hand in hand met mijn liefje over de dappermarkt, watertandend langs het kraampje met verse stroopwafels, met een bekertje Surinaams schaafijs in de hand, lachen om de bejaarde vrouwtjes die in een bak met huidskleurige onderbroeken staan te graaien. De Javastraat vol Marokkaanse winkels met groenten en fruit en levensmiddelen voor een prikkie. Surinaamse toko's en de Black Haircapper. Een smeltkroes van mensen en culturen. Hoe vaak lopen wij daar hand in hand van het Oosterpark naar het Flevopark. Van Studio K naar het Badhuis. Vaak. En hoe vaak worden wij lastiggevallen? Soms. Jongens die ons zien zoenen en ons naroepen. Dat is niet zo raar. Homoseksualiteit in het straatbeeld is toch eerder een uitzondering dan de norm. We zijn een keer 2 uur lang achtervolgd door een jongetje van 1 jaar of 14 in het Oosterpark. De hormonen gierden blijkbaar door zijn lijf, want hij bleef maar aan ons vragen of hij met ons mee naar huis mocht. Nee, knul, laat ons met rust. Ik denk dat hij Marokkaans was, maar ik heb het hem niet gevraagd. Hoe vaak laten wij dan toch maar de handen los wanneer we bij het Sumatra-plantsoen een groepje jongens zien staan? Vaak. Geen onnodig risico nemen. Zouden wij dit ook doen als het alleen gezonde, autochtone jongens waren? Absoluut. Waarom? Dit komt door mij. Mijn vriendin heeft die neiging minder, maar ik ben opgegroeid in West-Friesland, waar ik 10 jaar geleden al geregeld werd uitgescholden omdat ik op vrouwen val. Allemaal gezonde Hollandse jongens. Dezelfde gezonde Hollandse jongens die een homoseksuele vriend destijds met een wijnfles een hersenschudding sloegen. Een paar weken geleden stonden wij in een kroeg vlakbij het Rembrandtplein, mijn vriendin en ik. En waarschijnlijk hadden we elkaar net een kus gegeven, want er kwam een jongen op ons af. Trio? Nee, dank je. Heb jij wel eens een echte pik gehad? Deze jongen was een echte koorbal, begin 20 en blanker wordt het niet. Dan vorige week op een feestje bij vrienden. Ik raak aan de praat met een jongen van 30. Hij blijft de conversatie in de richting van het onderwerp seks duwen, als hij erachter is gekomen dat ik een vriendin heb. Mannen met te weinig fantasie die denken dat lesbische seks alleen in pornofilms voorkomt, die ken ik al mijn hele leven. Hij vertelt mij dat zijn ex-vriendin zoveel van zijn pik hield. Hij omschreef zijn pik. En of ik dat ook heb bij mijn vriendin. Omdat ik van hem af wil, vraag ik hem wat hij nou eigenlijk wil weten. Hoe doen jullie het dan? Vraagt hij. Ik zeg hem dat hij met zijn fantasie vast wel kan verzinnen wat de mogelijkheden zijn en loop weg. Zijn dit soort gesprekken vervelend? Ja. Stom vervelend. Saai. En voorspelbaar. Ook kunnen ze intimiderend zijn wanneer ik me bedreigd voel door een man wiens interesse om kan slaan in agressie. De man op het feestje was trouwens een autochtoon. Hoe vaak word ik seksistisch behandeld door allochtone mannen? Zelden. Hoe vaak word ik seksistisch behandeld door allochtone mannen? Soms. Maar dit zijn eenzijdige voorbeelden die slechts een eenzijdig beeld van het probleem kunnen schetsen.
Laten we het probleem van seksisme en homofobie niet uitvechten over de ruggen van allochtone mannen, maar het hele plaatje schetsen. Deze strijd heeft betrekking op alle mannen die denken dat een vrouwenlichaam iets is dat dient ter vermaak van de man en dat agressie gelegitimeerd gericht mag worden op homoseksuele mannen. Ik heb namelijk een Marokkaanse vriend, een homo, die overdag wordt uitgescholden en lastiggevallen en 's avonds door dezelfde islamitische jongens benaderd wordt voor intiem contact. Maak van deze strijd geen heksenjacht. Dat verdient niemand. Dankjewel. Heel goed gedaan, Marije. Stoer ook. Pittig. We gaan naar het laatste deel van de avond. We gaan dat kort houden, want we willen ook heel graag even nog naar de zaal. En we zagen af en toe al wat oproer ontstaan. Eigenlijk hebben we in het eerste deel gezien, het gaat vaak om groepen jongeren. Het heeft iets te maken met een straatcultuur, met het claimen van de straat. Plekken waar mensen, oudere mensen, homo's, vrouwen, misschien zelfs kinderen niet graag komen. En het heeft iets te maken met het vrouwbeeld, het dubbele vrouwbeeld. En ook eigenlijk de definitiekwestie van wanneer is iemand nou een hoer? En mag je dat dan zeggen? En wat betekent dat? We zagen in het tweede deel, nou ja, wat dat betekent, daar komen we ook bij de oplossingen. Dat de bejegening van vrouwen door veel Nederlanders niet heel veel beter is. En dat we eigenlijk die schijnheiligheid moeten zien te voorkomen op de een of andere manier. Er werd opgeroepen tot collectieve verontwaardiging. En eigenlijk ook al een beetje vooruitgeblikt naar die oplossingen. Versterkt de positie van de vrouw, bijvoorbeeld door zelfverdediging, maar ook op allerlei andere manieren. Maar die oplossingen, en ook werd overigens gezegd, de opvoeding, de vaders en de moeders betrekken. Die oplossingen, daar willen we het nu over gaan hebben met onze volgende gasten. Ja, daar hebben we een aantal politici voor uitgenodigd. Ook die zich al ook in dit debat hebben laten horen. We gaan aan tafel met Robert Vlos, fractievoorzitter van de VVD Amsterdam. Noortje Thijssen, socioloog en werkt bij het Wetenschappelijk Bureau voor GroenLinks. En nogmaals Ahmed Markoes. En volgens mij is hij nog steeds Tweede Kamerlid en staat hij nog steeds op de lijst. Of er moet iets geks gebeurd zijn? Nee, Ahmed? Nog steeds. Okay. Applaus. Applaus aan tafel. Eigenlijk moeten we even toch bij het begin beginnen, want we zitten hier nu met eigenlijk drie politici aan tafel. In hoeverre, Robert, is dit een taak van de overheid? Zijn vrouwen niet weerbaar genoeg? Moet je daar wel tussen willen springen als overheid? Vraag ik aan de liberaal, Robert Vlos. Nou, ik weet niet of ik te verstaan ben, voldoende. Ik vind bij uitstek dat, ik zit er zelf in de gemeenteraad, dat wij horen te discussiëren over die zaken die mensen, die in dit geval vrouwen, aangaan. Ik heb eerder ook allerlei debatten over anti-homo-geweld bijvoorbeeld gevoerd. Ik vind dat die documentaire van Sophie Peters en alle reacties die daarop kwamen, of rechtstreeks naar mij toe, of al de reacties die daar op websites zijn gegeven met verhalen van vrouwen, problemen aan de orde stellen die te maken hebben met hoe gaan we met elkaar om in deze mooie stad Amsterdam. En ik vind het werkelijk onacceptabel als ik verhalen lees van iemand die verhuisd is uit de Bijlmer vanwege dit soort gedrag. Van vrouwen die zeggen, ik durf die straat niet meer in. Voor vrouwen die zeggen, ik durf alleen nog maar mijn iPod op bepaalde buurten te doen. Ik vind dat dat iets is wat bij uitstek in het Huis van de Democratie, dat is in Amsterdam de gemeenteraad in ieder geval, besproken hoort te worden. Oké, dankjewel. Dat is heel duidelijk en ook heel erg duidelijk gezegd. Noortje, jij hebt je ook gemengd in deze discussie. Jij werkt bij het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks. Jij wilde nog een heel ander punt ook in de discussie inbrengen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, klopt. Ik reageerde op een opiniestuk van Sarah Sluimer, de dame die dit debat ook heeft georganiseerd. En het punt wat ik daarin maak is dat er in de jaren 60 wel een behoorlijke vrijheidsstrijd gestreden is. De periode is wel vaak genoemd. Ik ben zelf gepromoveerd onlangs op die periode, de herinneringen daaraan. En volgens mij zijn we heel ver gekomen met z'n allen. Vooral door dat vrouwen zichzelf emancipeerden, maar ook doordat er gewoon echt zaken werden geregeld van bovenaf. Dus ik vond een beetje dat die discussie eigenlijk hij raakt wel wat, namelijk een kern. En dat blijkt ook uit dat hier veel debat over ontstaat. Maar ik vond een beetje dat er een deel over het hoofd werd gezien. Dat is namelijk de emancipatiestrijd van de vrouwen die thuis zitten en veroordeeld zijn tot die mannen die sissen. Dus heb ik het over migrantenvrouwen. En dat punt, dat sneed ik aan in mijn opiniestuk. Ja, is dat ook zo? Want dat is zo dubbel aan het vrouwbeeld waar we het eigenlijk al de hele avond over hebben. Zijn die vrouwen ook slachtoffer? Sissen die mannen thuis naar die vrouwen? Ja, het klinkt een beetje als een stoomketel, maar
Of gaan ze dan toch weer anders om? Is het één op één hetzelfde? Of is het zo dat ze naar hun eigen vrouw weer meer respect tonen? Omdat die dan geen hoer zijn, zeg maar. Ja, nou ja, ik zit daar natuurlijk niet thuis. En het gaat me niet zozeer om of die vrouwen ook nagesist worden als ze naar de keuken lopen. Ja. Waar het mij meer om gaat, is, daar zijn ook gewoon veel statistieken over. Er is gewoon een enorm achterstand van migrantenvrouwen ten opzichte van autochtone vrouwen. En dan heb ik het over onderwijs, arbeidsmarkt, maar ook als het echt over extreme dingen gaat, is een uitwas hoor. Dan heb ik het over achterlating, huwelijksgevangenschap. Dat soort zaken, dat komt daar wel meer voor dan bij ons. Maar is dat dan niet een andere discussie? Waarom wilde je het per se inbrengen in deze discussie naar aanleiding van het stuk van Sarah? Nou, dat had er vooral mee te maken dat... Kijk, ik heb zelf natuurlijk ook wel eens last van gesis op straat. Ik woon in de Baarsjes, hiervoor woon ik in Utrecht, in Ondiep. Ik ben opgegroeid in Gouda. En dat zijn drie steden, plekken die best wel vaak in de media komen. Ik heb daar last van. Ik vind het irritant. Soms ook bedreigend, als het vooral 's avonds is en er is niemand op straat. Vaak denk ik ook, joh, ik vind het irritant of ik roep wat terug. Of ik laat het van me afglijden. En het is irritant en problematisch. Maar niks vergeleken bij de vrouwen die daar achter gesloten deuren mee te maken. Ja, en er is nog een ander iets wat namelijk nog niet echt naar voren is gekomen in dit debat. En dat nu ging het hebben over oplossingen. En dat is een verbod. En dat speelde ook heel erg, zowel in het opiniestuk van Sarah Sluimer. Maar ik begrijp ook dat u beiden ook voor een verbod bent op sissen. En ligt er nog eerder. Ik kraak zelf uit, denk ik. Ja. Gaan we doen. Maar jouw punt is, het ging over het verbod. Ja, en dan denk ik, dat vind ik dan echt heel erg ver gaan. En kijk, het is net, dit debat werd eindelijk gevoerd, er is een taboe doorbroken. Het gaat over een veranderende norm, denk ik. Nou, laten we eerst gaan kijken. En jij wilde ook eigenlijk een beetje die discussie gebruiken om die solidariteit tussen de Nederlandse vrouw die daar misschien mee te maken heeft en de allochtone vrouw die daar thuis mee zit. Je wilde dat ook die solidariteit vergroten en dat gezamenlijk werd opgepakt. Ja. Dat is eigenlijk jouw punt. Ja. We gaan even, want je nam al een mooi voorschotje op die oplossing die jullie hebben voorgesteld. Wie heeft hem nou het eerst voorgesteld? Ik wist niet van jou, initiatief. Jij hebt landniveau, ik hier in Amsterdam. Dus laat Ahmed eerst en dan zal ik vertellen. Goed. Wat houdt het in, jouw voorstel, jouw oplossing? Nee, kijk, even allereerst, ik onderschrijf de problemen die jij beschrijft. En daar moeten we zeker iets aan doen. Maar kijk, waar we het, en daar gebeurt denk ik ook het een en ander. Je noemt huiselijk geweld bijvoorbeeld niet. Dus die problemen zijn er. Maar het doet niets af aan het feit dat dit probleem waar we het over hebben, dat gaat over seksuele intimidatie. We kennen seksuele intimidatie op de werkvloer. Daar is de afgelopen jaren heel veel aangedaan. Er zijn protocollen, trainingen, dus managers zijn er alert op. Vrouwen accepteren niet alles meer. Maar seksuele intimidatie op straat, dat heeft die aandacht niet. En het is wel een probleem. Maar goed, de beelden en de verhalen. Ik krijg nu ook mailtjes van vrouwen. Daarvoor hoorde ik het ook bij sessies, als ik wijken bezocht om te praten over veiligheid. Daar kwamen vrouwen met die verhalen ook van, dit maken we mee. En wat je ziet is dat onze wetgeving niet duidelijk genoeg is op dit terrein. Van wat mag en wat mag niet. Dus je kunt aangifte doen van aanranding. Je kunt aangifte doen van bijvoorbeeld belediging. Maar niet van seksueel intimidatie. En waar het hier om gaat is dus niet dat je een keer nagefloten wordt of dat je nagesist wordt. Het gaat echt om, en daarom vond ik dat filmpje in Brussel heel mooi, omdat het heel erg visualiseert waar het om gaat. En dat is wat het probleem is. Hè. Dus er zijn feiten en omstandigheden die maken dat iemand zich door woorden en daden zodanig seksueel geïntimideerd voelt, vernederd voelt, met de consequentie dat iemand inderdaad gaat verhuizen of zich anders gaat kleden. Is dit dezelfde wat jij wil aanpakken? Nou, kijk, wat ik heel belangrijk vind is dat we ook als politiek zeggen, wij staan achter die vrouwen die zeggen, hier moet een halt aan komen. En dat zijn niet altijd vrouwen. En de grootste discussie heb ik altijd met dames van GroenLinks, met de wethouder hier, André van Es, met de fractievoorzitter Marieke van Doornik. Dat ze zeggen, ja, vrouw moet dat helemaal zelf oplossen. Dat zal voor een deel van de vrouwen inderdaad, denk ik, de oplossing zijn. Maar ik vind het heel belangrijk dat wij hier duidelijk maken. We hebben bijvoorbeeld hier de Algemene Plaatselijke Verordening. Daar staat in, het lastiggevallen worden van mensen, dat mag niet. Ik zou vinden dat een combinatie van, ik noem maar iets, sissen, seksueel getinte opmerkingen en gedragingen, dat als geheel
een voldoende case zou zijn om voor een politieagent om bijvoorbeeld te zeggen, inderdaad, als een vrouw er last van heeft en zelf naar de politie stapt, daar ook serieus genomen wordt, dat er ook op wordt opgetreden. En niet dat die vrouw dan te horen krijgt, dat moet u zelf maar oplossen, of soms weggelachen wordt, want dat soort verhalen heb ik ook gelezen van die dames die allemaal gereageerd hebben, dat ze gewoon weggelachen worden bij de politie. Word jij geholpen door een wet die dat vastlegt? Of is Amsterdam, kan die dat zelf bepalen? Mij maakt het niet zoveel uit hoe dat precies eruit ziet. Ik denk dat we hier met de algemene plaatselijke verordening voldoende uit de voeten kunnen. Dus dat lijkt me meer techniek. En ik begrijp ook wel, de bewijslast is moeilijk. Maar ja, een bedreiging aangeven, dat is natuurlijk ook, wat is een bedreiging? De ene vrouw vindt die wel een bedreiging, de andere niet. Dus je zult dat ja, ook van geval tot geval moeten opbouwen. En het zal ook van de persoon, van het tijdstip, van de locatie afhangen of een vrouw bepaald gedrag als intimiderend ervaart. Jij hebt ook nog eraan toegevoegd sinds kort, van nou, het zou niet om een geldboete moeten gaan. Er moet ook een straf op komen, gevangenisstraf. Hoe zit dat? Ja, kijk, het is heel erg belangrijk om die norm te stellen. Dus daar zijn we het gewoon met elkaar eens. Een APV is natuurlijk gemeentegebonden. De ene gemeente heeft hem wel, de andere niet. Bovendien is het heel erg beperkt qua optreden voor de politie. Deze intimidatie is gewoon heel erg, laten we zeggen, indringend voor slachtoffers. Dus als je het heel serieus wil aanpakken, dan moet je ook de politie tools en gereedschappen geven om daar tegen op te treden. Dan moet je het ook in strafrechten plaatsen, waar je een substantieel aantal jaren straf op opzetten. Dus een maximum van 3 jaar, waardoor we agenten ook bevoegdheden hebben om bijvoorbeeld buiten heterdaad zo iemand aan te houden, slachtoffers aangifte kunnen doen. En ja, daar hoort een gevangenisstraf bij. En mag ik dan ook, want je had het net ook over intimidatie op de werkvloer, mag ik dan ook mijn baas aanklagen die een gevangenisstraf krijgt? Of valt dat dan weer onder iets anders? Nee, kijk, daar zijn allerlei privé. Het is leuk om te weten voor jullie, ja, dat Maud en ik, wij werken samen, dus we hebben niet echt een baas. Maar laten we zeggen, Maud, ja, bejegen mij onheus. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk ook allerlei andere wetten die dat soort dingen ook regelen. Maar wat we niet hebben is dat we dat geregeld hebben in het wetboek van strafrecht. Dus kijk, een werkgever kan allerlei protocollen, kan iemand ontslaan of disciplinair. Je hebt ook nog in het burgerwetboek heb je nog allerlei mogelijkheden. Maar strafrechtelijk optreden is ingewikkeld. Dus als een slachtoffer bijvoorbeeld naar de politie toe loopt om aangifte te doen van met dat, die man? Nee? Of? Nou, kan ook zonder. Ja. Want ik kan me voorstellen dat zo'n man, het kan, hè, dat een vrouw stevig is. Dus die weerbaarheidslessen van GroenLinks heeft André gedaan. André van Es neemt die man meteen mee. Precies, ja. Dat kan. Maar het kan ook zijn dat je zodanig bang bent dat je dus naar het politiebureau toe loopt en zegt, ik wil aangifte doen, want dat en dat is gebeurd. En dat de politie daarna met getuigen, zoals je eigenlijk bij elke delict ook doet. Hè, want maar je, kan dat nu al niet? Is dit niet al, nou, zijn we niet als vrouwen, gewoon als mensen al beschermd in de openbare ruimte om dit te doen? Is dit niet gewoon een verkiezingstrucje van jullie om op deze discussie mee te liften en leuke initiatieven over boetes en gevangenisstraffen? Ik vind het wel jammer dat je dat zegt, terwijl we de hele avond hier, en als er ergens consensus over is. En ik vond die verhalen die net voorgelezen werden, en ik krijg die verhalen ook, ik ga er maar vanuit dat die verhalen ook echte verhalen zijn. En dat zijn toch stevige ervaringen van vrouwen die zich niet beschermd voelen door de overheid. En ik vind veiligheid, en dat is waar het om gaat, veiligheid is een taak van de overheid. Het is ons aller verantwoordelijkheid, maar een taak van de overheid. En ik vind dat die slachtoffers dus terecht moeten kunnen bij de overheid. Ja, en dat ook, kunnen ze nu nog niet. Dat kunnen ze ook niet. Voordat u mij gaat denken, ik heb in 2009 al op dit vlak aandacht ook hiervoor gevraagd in de gemeenteraad. Motion, maar goed, dus het gaat hier niet om. Ik ben alleen maar blij. Ik denk wel dat het belangrijk is om ook hier te zeggen, voordat iedereen het indruk krijgt van er moet alleen een straf op komen, dat gaat het probleem oplossen. Dat is het denk ik niet alleen. Nee, maar wij we zullen dus ook gesprekken moeten voeren met de jongen. Net zoals we nu voor anti-homo-geweld in de klas lessen daarover doen, denk dat ook dit soort gedrag gewoon eens even in de klas besproken moet worden. En je krijgt het natuurlijk echt niet van het ene op het andere moment veranderd. Maar ik vind een norm stellen daarin wel belangrijk, want we kunnen niet gaan wachten totdat iedereen zeg maar via opvoeding en cultuur en weet ik wat allemaal duidelijk is veranderd. Duidelijk. Noortje, jij wilde wat zeggen. Ja, nou, ik vind het nogal wat. Want kijk, het wetboek van strafrecht, daar begin je pas aan als alle andere instrumenten niet blijken te werken. En dat weten we nog niet. Ik bedoel, we hebben hier. Nou, welke instrumenten denk je dan aan? Nou, dan heb ik het over debat. Ik bedoel, we zijn nu eindelijk hier debat over aan het voeren. Maar dan ben je al heel erg. Sorry, heel, we gaan. Maar ik heb nu niet in als ik de zaal in kijk dat we hier nou, zeg maar, de groep. En niet alleen jongens, of ze nou autochtoon, allochtoon, ook daar, dat is volgens mij van alles door elkaar. Niet alleen die zit volgens mij hier niet in de zaal. Tenzij, dan zou ik graag willen dat ze nu het publieke debat bedoelen. Het is niet alleen maar het debat
in deze zaal, maar ook het publieke debat inderdaad. Ik heb het eerder ook gehoord, het gaat ook over collectieve verontwaardiging, het opnemen voor elkaar. Niet wegkijken, maar als er iets gebeurt, dat je er gewoon voor elkaar bent. En ook agenten, die hebben daar natuurlijk ook een rol in. Maar die moet je wel gereedschappen aanreiken als overheid. Dat vraag ik me af. Volgens mij moeten ze er gewoon zijn. Moet je je veilig kunnen voelen als vrouw? Moeten zij een paar jongens aanspreken? Maar om meteen te komen met nieuwe regelgeving en wetten. Nee, maar... Terwijl, u zei zelf ook, we weten niet eens of het wel te handhaven is. U zei, ja, het is allemaal techniek nee, en maar zo. Dat, maar dan vraag ik ik vind het nogal wat. Je komt terecht heel erg op voor vrouwenrechten. Zo'n verbod dat er nu al is op lastige gevallen worden. Vind je niet dat dat gewoon voor dit soort dingen ingezet zou moeten kunnen worden? Dat is alleen een kwestie van dat wij tegen onze politieagenten zeggen... de APV moet zo uitgelegd worden, en dat wil ik... dat dit soort gedrag onder lastige gevallen worden... en dan gaan we de politieagent ook zeggen... daar moet u serieus mee omgaan. Dat is wat ik in ieder geval zou willen. En strafrecht... bewustwording. Nou, in ieder geval zelfbewust ook bij onze politieagenten... dat ze dat serieus moeten nemen. En echt werken aan de... Ja, meer zelfverdediging, psychisch of fysiek van vrouwen. Prima, maar dat is niet het enige. Vrouwen moeten zich ook beschermd weten in de openbare ruimte. Dat is eigenlijk ja, en door die overheid. Die moet aan de kant staan van die vrouwen, vind ik. Ja. We gaan even naar de zaal. We zitten, herinner ik jullie er nog maar even aan, in het blokje oplossingen. En hier zitten politici, doe ze ideeën aan de hand, dames en heren. Zeg maar dat het niks is. Of, Ja, mag ook reageren, maar ook graag eigen oplossingen aandragen. Deze jongen hier heb ik al een paar keer heel hard zien zwaaien. Ga even staan. Ik heet Mustafa Bekar. En ik heb een hoop dingen aan tafel gehoord, maar volgens mij niet de juiste. Omdat ik denk dat het probleem niet alleen ligt aan hoe vrouwen eruit zien, maar meer aan dat allochtonen of Marokkanen of Turken in hun eigen omgeving veel minder met vrouwen om mogen gaan. En dat heeft te maken met, vriendinnen mogen niet thuiskomen, mogen niet blijven slapen, ze mogen geen vriendinnen hebben. En daardoor... Moeten ze het op straat doen waar hun ouders niet bij zijn. Dus het heeft helemaal niks met opvoeding te maken. Dat heeft dan toch ook met opvoeding te maken? Nou, dat heeft met cultuur te maken. Ze worden precies. Wel goed opgevoed, tenminste, ik weet niet of ze goed worden opgevoed. Ze worden goed opgevoed thuis, maar niet in de openbare ruimte. We komen daar komt weer op de discussie, op het schuifje. Is het cultuur, is het opvoeding? Dat is inderdaad een lastige. Ja. Ik ben Mehtab Karasu, ik woon heel toevallig in de Javastraat. Geen probleem, de topstraat. Ik sluit me wel even aan bij wat Mustafa hierna zegt. Het klinkt heel mooi, we gaan de APV aanpassen. Dan denk ik, nou, laten we dat doen, maar hoe gaan we dat handhaven? Want onze agenten hebben het blijkbaar al heel druk genoeg. Maar zolang kinderen niet leren om samen te leven, zolang jongens en meisjes niet leren om samen op te groeien, dat het gewoon hetzelfde is, gaan we dit probleem niet tackelen. Volgens mij zit daar het probleem. Zolang wij geen gemengde scholen hebben, geen gemengde buurten, ja, dan kunnen we hier praten en kunnen we APV's aanpassen. Maar ik denk dat dat niet voldoende is. Niet voldoende, nee, absoluut korte reactie niet. Nee, maar volgens mij heb ik ook gezegd dat dat niet het hele verhaal is. Maar ik neem geen genoegen met mensen zeggen... het is alleen werk aan die zelfredzaamheid van vrouwen. Ik vind dat ook dat vrouwen zeggen... daar heb ik geen zin in om er iedere keer tegen in te moeten gaan. Dat die ook moeten kunnen terugvallen op een gegeven moment... om een norm die we hier stellen. En dat heet dan de APV op Amsterdams niveau. Ik ben Carlijne Blekoer van Women Inc. En wat ik wel ook mis in de discussie is juist de positieve beeldvorming rond seksualiteit. Ik denk dat we in een tijd leven waar geen moreel draagvlak is, zeg maar, gedeeld door de hele maatschappij. Iedereen heeft een beetje zijn eigen visie op wat kan en wat niet kan. En dat is goed, dat is vrijheid. Maar daardoor denk ik dat er wel die opvoeding echt niet alleen bij de ouders de taak ligt, maar bij de hele maatschappij. Dus dat scholen daar bijvoorbeeld een veel belangrijkere rol in kunnen spelen. Er is nu de wet aangenomen, of in ieder geval ligt in de Kamer... dat seksuele voorlichting op scholen verplicht moet worden gesteld.